Avatar 40 jaar. Hoe lang ben je al supporter van Anderlecht? 34 jaar. Ben je lid van een supportersclub? Ja, zelf één opgericht vroeger en 20 jaar bij Purple Haze in Keerbergen. Ga je nog naar elke match kijken? Zo goed en zo kwaad als het kan, maar de meeste wel. Wie is je favoriete Anderlecht-speler aller tijden? Ik ga dan toch voor Luc Nielis gaan. Ben je fan van Café Constant? Absoluut. Heb je ooit in het stadion in bloot bovenlijf staan zwaaien met een vlag? Gelukkig niet. In het Café Chantant, Café Chantant. Daar krijgt u bij uw wijntje een treintje en refreintje. In het Café Chantant, Café Chantant. Daar heeft u voor een prik den hele avond schik. Maandag 17 oktober, een nieuwe Café Constant die in het teken staat van de supporter. Hoe is supporteren anno 2022? We vragen het aan Kenny, aan Ben die nog moet toekomen en aan special guest Avatar. Dag boys. Goedenavond Dries. Goedenavond. Hallo, ik ga beginnen bij onze special guest, bij meneer Avatar. Je hebt je nog niet laten verleiden dus om half naakt in een stadion te staan springen met een vlag. Nee, ik ga dat de wereld echt niet aandoen. Ja, misschien moeten we beginnen ook met de naam Avatar te verklaren of gaan we daar echt gewoon geheim houden? Nee, ik wou net zeggen van waar de naam Avatar, maar misschien kan je het zelf vertellen. In het kort, Avatar is in het Frans gedaanteverwisseling. En ooit in mijn jonge jaren, als ik op internet begon te surfen, dacht ik van ja, ik moet hier iets, een coole nickname hebben. En dat was dat eigenlijk, kwam dat heel snel naar voren en dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Dat is jouw naam op het ondertussen zeer befaamde Anderlecht Forum, hè, vooral duidelijkheid. Ik match hem altijd met een matige, bekende kaskraker. Dus dat was mijn avatar met de blauwe mannetjes. Ja, ja. Heeft er helemaal niks mee te maken. Nee. Maar misschien ben je wel blauw, het zou zomaar kunnen. Mensen zien jou niet, dus wie weet al. Hè. Ben je echt fan van de podcast of voel je jou daar juist verplicht om daar ja op te zeggen op die vraag? Nee. Ik ben eigenlijk luister vanaf de eerste uitzending, omdat ook jij natuurlijk... Jij was die ene persoon die luisterde in het begin, oké. Het zou kunnen. Nee, maar als moderator op het forum moet je de dingen zo'n beetje in doog houden. En ik wist dus wel op voorhand dat er iets zat aan te komen. En dan ben je natuurlijk wel eens benieuwd hoe dat loopt, dus vandaar. Ja, dat moderatorschap op zo'n forum, hoe zit dat precies? Heb je contact met de mensen binnen Anderlecht? Krijg je daar geld voor? Of? Nee, dat is eigenlijk allemaal op vrijwillige basis. Ik moet ook zeggen aan mijn collega-moderatoren dat wij elkaar eigenlijk ook totaal niet kennen. Het is niet dat wij voor iedere match gezellig samenkomen en pintjes drinken en noem maar op. Nee, dat is eigenlijk allemaal op vrijwillige basis. En het forum leeft ergens in een donkere krocht van een server op Anderlecht, waar dat ik hoop dat ze dan nooit te weten gaan komen dat daar nog ergens op draait. Dus laten we dat vooral eigenlijk zo houden. Dus misschien moet je dit gewoon maar knippen. We hadden hem beter niet uitgenodigd, Kenny. Ja, kijk, we refereren heel veel naar onze trouwe achterban, dus... Ja, we zitten nu toch al zo diep met de club dat dit er ook nog wel bij kan. De toon is alweer gezet. Alleszins, meneer Avatar, zeer leuk dat jij erbij bent, want je hebt daar juist met de introvraagjes een beetje vaag gehouden, maar je bent meer oprichter geweest van Moves Army, die befaamde supportersclub die in het stadion ook zeer aanwezig is. We gaan het er straks nog over hebben. Kenny, ik wil aan jou vragen. Onze Philippe de Wilde opname heeft precies wel wat losgemaakt bij de supporters en bij fans, want er is wel wat commentaar opgekomen. Ja, veel positieve commentaar. Ik hoor echt wel... ook gewoon maar Philippe heel... wij mogen Philippe zeggen. Maar wij mogen Philippe zeggen. Heel openlijk praat en heel eerlijk is. En ik denk dat dat iets... dat wel leuk is dat we die weg inslagen met Café Constant. Want eigenlijk al onze gasten, maar de man ook, is ook super eerlijk en super... Ja, en daarvoor luisteren mensen om een keer een andere kijk te krijgen op de topsporters en de figuren achter die voetballer. Hè. Dus kei tof. En we hebben misschien een paar kleine foutjes gemaakt. Maar ja, we zijn ook maar mensen. En voilà. Ook wij leren nog elke dag bij, Dries. Ja. Waar zijn die zaken weer terug te vinden, Kenny? En hoe kunnen mensen ons steunen, gewoon zonder geld te geven? Hoe kunnen mensen ons steunen? Ja, heel aanwezig op YouTube, Spotify, Google Podcasts zitten we. Ze kunnen ons volgen op Instagram, Facebook, Twitter. En eigenlijk kunnen ze ons steunen. Ja, liken en subscriben. En ik had daar trouwens nog een toffe anekdote van. Ik was gisteren Anderlecht Brugge gaan kijken in het stadion. En ik kwam de neef van mijn vriendin tegen. En die sprak mij aan en zei aan de mitan en zei, pintje. En hij zei, kent je de Matthijs niet? Dus hij had trouwens bij deze ook een shout-out naar Matthijs. En ik zei, hij wijst mij daar iemand aan. Ik zeg, ja, nog nooit gezien, eerlijk. Ah ja, maar die sponsort Café Constant. En ik sta daar echt, van, wat is dit?
En dan, dus blijkbaar inderdaad, in de beginperiode had Matthijs van een keer een bericht gestuurd op Instagram en gezegd, ja, ik wil jullie steunen. En die heeft toen 100 euro gestort. Ja, super. Dus heb ik gisteren de Matthijs een pintje terugbetaald om hem te bedanken voor de steun. En dus bij deze Matthijs nogmaals bedankt. Een echte patriot van Café Constance, heel mooi. We gaan het vandaag hebben over niet zozeer de huidige gang van zaken, sportieve zaken, maar meer over supporters. Omdat er een tijdje terug in enkele opnames van Wildskenny ging het wel eens over supporters en in hoeverre dat er misschien een soort verdeling in gekomen is en de soorten supporters die je vandaag de dag wel kan hebben. Eerst en vooral Avatar, het kwam dus bij de intro al voorbij. Je bent medeoprichter van de supportersvereniging Moves Army. Het forum veranderrecht blijkt daar ook wel weer een soort rol in gespeeld hebben. Ja, klopt. In 2003 zijn we met een aantal toenmalige forumers. We zaten toen allemaal in blok C4. Dat is eigenlijk de tribune linksboven, naast het torentje, zal ik maar zeggen. Zaten we met een aantal forumers bij elkaar. En wij vonden op een gegeven moment dat de sfeer, dat toch wel iets beter kon, iets beter moest ook. Zijn wij beginnen met zelf vlaggen te maken, noem maar op. Nu natuurlijk, in een tribune boven sfeer maken is eigenlijk heel moeilijk, omdat als je dan begint te zingen en de gezangen worden heel moeilijk door beneden opgepikt. Dus was dat zo van, ja, oké, hoe gaan we dat doen? Noem maar op, we wouden dan ook naar de club toe eigenlijk een beetje ons kenbaar maken als zijnde van, kijk, wij zijn een sfeergroep, een supportersfeergroep. Voor alle duidelijkheid, niet om centen te krijgen van de club, ook niet om ons door de club te laten zeggen van, dat mag wel of dat mag niet, of noem maar op. Maar gewoon eigenlijk voor een beetje een gezicht te geven aan fanatiekere supporters die inderdaad met een vlag zwaaien. Het springt in 2003, dat is 20 jaar geleden, toen konden ook nog gerust op uw gemak op Anderlecht een bengaal afsteken en een rookpot. Dat was dan allemaal, zo met de mantel der liefde werd dat dan wel toegedekt. Ik herinner mij nog van vroeger, dat naast de trappen in de tribunes, dat daar zo de nimmer met zand stond, voor als er dan een bengaal werd afgestoken, dat het daar dan gewoon door de steward in kon worden uitgedoofd. En dat was het. Daar stond dan ook geen 87 camera's en weet ik veel wat, of politie. Die emmer met zand stond ook gewoon in de zittribunes. Dat was niet alleen in de sfeervakken, maar effectief, als je boven kwam... Ik zat in een vroegere E3. Daar stond effectief aan elke ingang een emmer, omdat ze wist van, ja, oké, leuk, even doven. Ja, is super grappig. Tijden zijn wel wat veranderd. Ben jij nu nog lid daarvan? Ik dacht het niet, hè? Nee, ik heb een aantal jaar geleden ondertussen... Allee, Moves Army heeft eigenlijk een tijdje heel goed gedraaid. En dan is dat eigenlijk, een stuk door tijdsgebrek, in de vergeetput geraakt, zal ik maar zeggen. En dan zijn er een aantal jonge gasten die dat hebben overgepakt van ons eigenlijk. En die zich dan beneden in de tribune hebben gezet. Die hebben dan ook voor gezorgd dat de herinrichting van de tribune beneden is gekomen en noem maar op. Dus dikke shout-out naar die gasten, dat die dat eigenlijk echt wel in mijn ogen echt wel heel goed doen. En eigenlijk best wel een paar niveaus hoger hebben getild dan, met alle respect, wij amateurkes die met een vlag stonden te zwaaien en weet ik veel wat. Ja, ik denk wat we over Moves Army wel zeker kunnen zeggen, ook de tyfo's die zij in elkaar steken, dat geweldig. Is bij momenten waanzinnig, hè? Ik moet denken aan die van Company, toen Company terugkwam als speler-trainer, was dat toen in 2018? Schiet me nu dood, 2018, 2019, al sinds bij zijn terugkeer. Gigantisch grote tyfo. Wat je erover wou vragen, want ik ken in het begin er nu over. Hoe maak je zoiets? Hoe gaat dat in zijn werk? Dat ga je denk ik aan die jongens zelf eens moeten vragen. Ik weet, wij vroeger, maar dat waren dan heel bescheiden tyfo's, was heel bescheiden spandoeken. Dat was letterlijk met de bomma stukken stof aan elkaar laten naaien. En daar dan dingen op schilderen en dan hopen dat je dat goed dichtgevouwen had. Dat als je dat opentrok, dat die verf niet krakeleerde, zal ik maar zeggen. En zo. Dus dat was echt amateuristisch. Maar als ik nu zie, ik denk dat ze op hun eigen socials wel al eens filmpjes of foto's posten van hoe dat ze die dingen maken. En dat is echt wel impressionant en knap. Dat is vooral de planning van zoiets is absurd. Om alles op een juist moment te tekenen en uit te tekenen. Want je kan die tyfo ook nauwelijks openleggen alvorens dat je hem opentrekt in het stadion. Want je hebt daar... Ik weet nu wel eens af en toe achter het stadion, achter de bezoekerstribune op de parking daar, tyfo's openleggen. Die van de bekerfinale hebben ze daar gemaakt omdat die zo groot was. Dat is gewoon echt zot wat tijd dat daar ook in kruipt. Hè? Dat... Ja, ik heb nog foto's van... Ik weet niet of dat jullie dat weten, maar ik ben een aantal jaren op standaard met een groot spandoek gekomen van 9 op 9 meter met een Calimero op, zo die uit een rood-wit ei kwam. Daar zijn dus nog foto's van dat we die met twee op de parking achter het stadion aan het schilderen zijn. Dat dus de veiligheidsdiensten ook kwamen kijken van, wat zijn die dan doen, mannen? En, dat is voorop standaard, hè, Calimero. Goed gasten. Maar dan ging er daar dus met een standaard en moesten dat proberen binnen te smokkelen. Nu, ik kan een doek van 9 op 9 meter mee binnen smokkelen, dat was dan ook zo.
tegen de steward zeggen van, hé man, kom, knijp een oogstje dicht en zoef daarmee binnen. Dus, ja, maar dat is inderdaad ook qua, dat wordt 3D uitgetekend op de computer, dan projecteren ze dat op muren. Eigenlijk de stukken dat ze dan gaan maken die avond worden geprojecteerd, dat iedereen weet, oké, jij gaat dat stuk pakken, jij gaat dat. Dat is echt fantastisch, want dat is niet zomaar, gelijk vroeger inderdaad, met een spuitbus op een doek, dat is echt, dat is knap. Ook nu onlangs tegen West Ham, de tifo tegen West Ham was ook weer al machtig. Hè. Zeker. Ja, ik heb nog een kleine anekdote, de tifo voor het afscheid van Zetterberg hebben wij ook in elkaar gestoken. Dat was redelijk amateuristisch. Genre, naar de club toe van, kunnen wij een stadionplan krijgen dat wij iets kunnen... Wat ik daarover wil vragen over de club, hoe gaan die met jullie om? Zijn er duidelijke afstemmomenten, communicatiekanalen? Of doen jullie iets en mailen jullie en hopen jullie dat de club zegt, oké, doe maar. Toen ik nog bij Moves Army zat, dan was dat inderdaad via Roger Frank, de toenmalige veiligheidsverantwoordelijke, die je eigenlijk moest kunnen paaien om iets te mogen doen. Nu, ik weet wel dat er nu een vertegenwoordiging van Moves Army in het fanboard zit, omdat Moves Army ook zijn eigen supportersclub heeft ondertussen. Dus ik denk dat die wel de nodige communicatie met de club hebben. Maar om eventjes terug te komen op de tifo van Zetterberg. Dat was dus heel amateuristisch. Wij vroegen aan Anderlecht van, kijk, Zetterberg, afscheid, wij willen iets doen. Kunnen wij een stadionplan krijgen met de zitjes dat wij iets kunnen uittekenen? Ah, stadionplan? Oh nee, dat hebben wij niet. Hoe, dat heb je niet? Nee, je moet maar... Maar kom maar een keer in de week langs en dan laten we je binnen in het stadion en dan kun je in elk vak stoeltjes gaan tellen en dan kun je zelf iets maken. Dus dan... We spreken over 2004, 2005, zoiets. Ja, denk ik. Zoiets inderdaad. Dus dan echt met pen en papier ieder vak gaan opschrijven, stoeltjes gaan uittekenen en nadien in Excel... Dat gaan inzetten om dan met gekleurde celletjes in Excel een tifo in elkaar te steken. Ja, dat was echt... we hebben daar denk ik de dag zelf van 8:00 mee bezig geweest om al die blaren juist te leggen. Dan kwam er een windvlaag, die blaren gingen gaan vliegen. Up, naar een brik over plakband. Enfin, drama's, echt drama's. Dus als je dan ziet wat nu de tifo's zijn in het stadion, is dat wel een heel stuk verbeterd. Ja. Even correctie, 2006 was zijn afscheid. Ik wist die van juist is juist toe te passen. Ik had ook een eigen spandoek gemaakt. Ik heb met spuitbus en boodschap. Heb je daar nog een foto van? Oh, nee, dat was ook wel heel schrijnend. Qua, dat was echt twee lakens aan elkaar genaaid inderdaad. En daar dan takper op. En, schattig. Ja. Ik heb wel geweend toen met de afscheid van Zetterberg. Tranen. Ik weet niet wat ik toen was. Kijk, achter die grote mond van Kenny zit het eigenlijk toch maar een klein hartje eigenlijk. Hè. Dus qua contacten met zo'n club, dat valt eigenlijk wel mee. Eigenlijk, ik weet niet dat je dat weet, dat je daar nu iets over kan zeggen, dat zoiets nu verloopt. Ik heb er eigenlijk nu totaal geen zicht meer op. Nee. Maar ik zeg het, vroeger was dat echt bij Roger Frank. En toen ook nog Michel Verschuren moest daar... Ik heb ook nog echt geweten dat ik naar Roger Frank bij hem op zijn bureau zat en dat hij zei van, ik kan even naar Mr. Michel bellen. Hup, telefoon op. 2 minuten later stond Mr. Michel daar in de bureau. Ja, en wat gaat dat doen, manneke? Een tifo. En meneer, en wat is dat, een tifo? Ah ja, een groot spandoek, achter de goal en dit en dat. Staat er iets tegen de club op? Nee, het is voor de spelersteun. Ah, dan is het goed, boef. En Verschuren was terug. Zalig. Weg. Dus. Heerlijk. Mag ik daar nog misschien tenslotte over willen vragen? Het is niet dat jullie vanuit de club ooit werden financieel ondersteund of zoiets? Nee, ik denk dat dat ook een van de basisprincipes is van Moves Army, een van iedere ultrasfeergroep to court. Dat er eigenlijk geen, of quasi geen steun is vanuit de club. Ik weet wel dat bijvoorbeeld supporters van Lyon, heeft de voorzitter van Lyon ooit zoveel jaren geleden de vlucht van Lyon naar Brussel voor de supporters betaald. Dus in die optiek kan dat misschien wel eens gebeuren, maar ik denk dat ik alleen met een vrij grote zekerheid kan zeggen dat er vanuit de club niet structureel niet wordt gesponsord. Of misschien inderdaad, zoals mij een afscheid of weet ik veel wat, dat ze dan... Hey, we hebben allemaal die handenklappers op dat er zo'n tifo is dat daar reclame op staat. Dat misschien wel. Maar ik denk, als het echt puur over de tifo's gaat en dergelijke, dat er van de club uit niks wordt betaald. Nee. Ik wil het vandaag met jullie hebben over supporter zijn. We hebben hier met meneer Avatar een soort speciaal soort supporter toch wel, mag ik zeggen. Het is niet gewoon een seizoenskaarthouder, maar het is wel iemand met een specifieke achtergrond. Kenny, voor mij ga je vandaag een beetje de vertegenwoordiger zijn van de zetelsupporter. In de zin dat jij niet elke match gaat kijken. Je hebt geen abonnement meer, dacht ik. Ik ben het jaar nadat Zetterberg gestopt is, ben ik nog een jaar blijven gaan. Ik heb ook 13 of 14 jaar abonnement gehad. Maar dan was het voetbal zo slecht... En wij gingen meestal dan gewoon na 10 minuten een kwartier pintje drinken in de Château d'Or. En dan werd het mij, ook als student toen, aan andere zaken, moest het ook zelf beginnen betalen. Want mijn stiefpa heeft, denk ik, shout-out naar mijn stiefpa, 12 jaar mijn abonnement betaald. En dan ben ik keuzes gaan maken en dan is het af en toe... En dan verkies ik liever om een verplaatsing mee te doen. Ik ga wel per jaar
Ja, een vijf, zestal keer op verplaatsing mee. En ja, eigenlijk gisteren had ik het... ik moet veel shout-outs doen vandaag. Sorry daarvoor, Dries. Shout-out naar de Kenneth Simons. Ook fan van u trouwens. Je hebt hem langs ontmoet op een quiz. Op een quiz? Ja, hij heeft u toen aangesproken. Op een quiz? Ja, of op een het maakt nu niet uit. Maar dus gisteren kon ik met de Kenneth zijn abonnement naar Brugge gaan kijken. Het ding is ook zo, Kenneth zou graag ooit eens in Café Constance zitten. Aha. Maar ja... Als ze betaald. Dat gaat inderdaad veel geld kosten. Dus, Kijk, wat ik ook wil zeggen, zelfs komt Ben nog toe. Ben vertegenwoordigt dan weer de seizoenskaarthouder of de abonnee die niet bij een supportersclub zit, maar die gewoon met zijn vrienden naar de voetbal gaat. Ik wist hier wel een beetje een verdeling te hebben van de mensen die hier vandaag aanwezig zijn, want de supporter, zoals in de media wel eens wordt omschreven, de supporter, die één soort supporter, die bestaat niet meer. Ik denk dat het wel eens goed is dat we een beetje stilstaan bij hoe verschillende soorten groeperingen kijken naar de huidige gang van zaken. Jou nog iets zeggen? Was jij dan vroeger een successupporter, Kenny? Ik ben nooit een successupporter geweest, eigenlijk. Ik ben altijd wel blijven gaan. En uiteindelijk, in die jaren spelen we ook nog kampioenen. Maar ik ben eigenlijk meer een purist. En voor mij moet voetbal ook goed zijn. En het is vooral daarom dat ik ben afgehaakt. Dat ik mij telkens eraan ook merkte op verplaatsing op de bus, dat wij gewoon aan het zagen waren van... Je gaat daar die match als plezant pinden drinken, die match is gedaan, en je bent weer ontgoocheld, en je bent weer... En dat was zoiets van oké. En ik, ja, gewoon ook. Ik heb, denk ik, de Leuvense horeca heel hard gesteund tijdens mijn studententijd. Dus dat was toen een hap uit mijn budget. En ik hoop gewoon nu met mijn zoontje, als hij op bepaalde leeftijd is, koop ik mij zeker terug een abonnement. En dan wordt dat een andere periode in je leven dat je terug meer tijd hebt. Hè. Voilà. Ik ga een paar algemene vragen op jullie afvuren. Zelfs gaat Ben dus nog binnenvallen. Ik hoop binnen dit. En het is hij is wel eigenlijk een beetje succes, want hij gaat al af en toe niet meer zien naar een licht. En nu komt hem ook al niet meer naar de podcast. Dus het is al zo... Het is echt, hij is ook een succespodcaster. Ik wist niet dat dat bestond, maar we hebben dat verzonnen. Dat is goed. Algemene vraag nummer 1, een kwestie van er een beetje in te komen. Iedereen hier aanwezig is al veelvuldig in het Lottopark geweest. Weet jullie nog de eerste keer de ontmaagding van het stadionbezoek? Meneer Avatar. Goeie vraag. Nee, ik weet het eigenlijk echt niet meer. Het is al meer dan 20 jaar geleden. Ik weet echt niet meer welke match. Ik denk een Anderlecht Germinal Ekeren, denk ik. Maar ik durf het echt niet meer zeggen, zo van buiten. Ik kan mezelf echt niet meer herinneren. Ik weet wel nog dat ik toen met de metro kwam en mijn eerste keer Anderlecht, dat ik helemaal hyped was. Je wandelt dan van de metro zo door een beetje de donkere, grauwe straat richting Plas de Linde. En dan kom je daar en dan kom je eigenlijk in een unieke wereld terecht, want wat wij hebben, dat mag wel iets benadrukt worden, dat is echt uniek. Dat stadion midden in die woonwijk met die cafékes, daar hangt iedere match weer, dan mag de voetbal nog zo slecht zijn, iedere match weer hangt daar voor de match in die straten een bepaalde sfeer, en dan zeker met Europese topwedstrijden. Ja, dat soort iets magisch dat in de lucht hangt, ook al weten dat je tegen Real Madrid speelt of tegen PSG en dat god weet wie er 4 of 5 gaat instampen, dan nog, ik ben al in veel stadions geweest. En ik heb dat nog nooit ergens anders gevoeld. Zo die vibe dat in de lucht hangt, dat aanzuigeffect, dat is iets, ja, iets ongelooflijk magisch. Wij zijn nu naar West Ham geweest en daar heb je een stadion in het midden van een zone, een groene zone, vlak naast een winkelcentrum. Dat is super kunstmatig, hè. Dat is totaal anders dan wat wij inderdaad hebben in een aantal zitparken. Gaan we een shout-out doen naar het Lottopark? Ja, het Lottopark eigenlijk hoor ik niet graag, hè. Dat is niet de naam van ons stadion. Juist, hè, jongens, ik kan er ook niet aan doen. Weet jij nog je eerste bezoek? Ik weet perfect nog mijn eerste match, en dat is ook heel simpel, want dat was de match van de vuistslag van Gilles de Bilde. Had jij er iets mee te maken, Kenny? Nee, maar ik had wel als een van de enigen gezien wat er gebeurd was. Dus als jong gastje, dat was penalty van, ik denk, van Zetterberg. En iedereen was zo gefocust op de penalty en op een... Maar ik was de eerste keer in een voetbalstadion en dan heb je gewoon ook alles in togen. Je hebt de stewards en de ballenjongens en papa... ik zei dan Eddie tegen mijn stiefpa, wat is dat daar en dit? En ik was dat echt helemaal aan het monitoren en ik zag effectief dat de beelden geslagen had. En ik zei ook na de penalty van... Er is iets raar gebeurd. Die ander heeft die geslagen. En daardoor, dat is het moment dat mij op mijn netvlies nog altijd gebrand staat. Ja. Een vraag die ik aan jullie allemaal wil stellen. De Anderlecht-supporter vroeger had zowat het stigma van een soort cinemapubliek te zijn. Is dat vandaag nog steeds zo? Goh, ik vind het moeilijk. Ik moet wel zeggen, onder Company...
En dan kan ik er één match uitpieken dat ik dacht van... Dit heb ik nog nooit gezien op Anderlecht. Thuis tegen Antwerpen vorig jaar. Dat was fantastisch. Dan dacht ik echt van amai. En dat was meerdere keren onder Company. Maar toen stond echt iedereen erachter. En dat heb ik nog niet. En die, ik moet wel zeggen, like, gisteren ook als het dan goed is... Gisteren was er ook wel een bepaalde... Gisteren was het Anderlecht Club Brugge. Ja, en stond iedereen er ook achter. En het is wel beter als vroeger. Dan kan ik wel zeggen dat er nu meer... gezongen wordt. Ik zal dat zo zeggen. En vroeger was het eerder, werd rapper gemord en dat is natuurlijk ook waar het vroeger verwend, hè. Nu, je zit in een totaal andere positie. Ik vergelijk ons altijd dan met Brugge dat 13 jaar niks gewonnen heeft. Dan is de sfeer op zijn best, want je bent een underdog en dat is helemaal anders, hè. Maar vroeger was er veel meer en sneller gezagen en geklaag. Ja. Of gefluit. Laten we daar in het jaar 2003 als keerpunt nemen, hè. Met de oprichting van Moves Army. Maar nee, het is wel een feit dat inderdaad, vroeger werd er, zoals je zelf zegt, werd er sneller gefloten, gemord, werd de ploeg ook niet zozeer, hoe moet ik zeggen, aangemoedigd. Allee, natuurlijk, als je dan weer gaat zien naar de filmpjes van de jaren 70 en 80, echt met de Europese successen, dan is dat ook zingen en dansen en springen. Dus, maar ja, nu in momenteel, zoals dat je zelf zegt, onder Company, zo het laatste half jaar, was er echt, hing er ook in het stadion zo'n vibe van geloof. Van geloof, het komt wel goed. En werd er ook bij een slechte pas niet direct gefloten of niet direct gemord. En dat gevoel is nu wel helemaal weg. Het is anders terug, hè. Ja. Het is terug veel fragieler, hè. Je merkt het ook. Ja, gelijk op West Ham was het ook enorm te merken. Voor de 1-0 was het oké. En na de 1-0 was het plots weg. En is er nog nauwelijks, ook door dat tumult en zo dan, maar is er nog nauwelijks gezongen geweest. En dan denk ik van... Ja. Maar de... Komt ook omdat, naar mijn aanvoelen, de cohesie onder de supporters ook een beetje. De cohesie is gewoon weg. Voor de ene is de schuld van een trainer, voor een ander het bestuur. Dan weer een andere zit 90 minuten terecht op hoed zijn kap. ja, maar de meningen zijn zo verdeeld. Ja. En dat zorgt er ook voor dat binnen dat publiek... je hebt eigenlijk maar een kleine vonk nodig om prul te krijgen tussen het publiek. Omdat, het is een trainer, nee, het is het bestuur, nee, het is een trainer en het bestuur. Onderling ook veel schermutselingen. En dat heb ik wel, en dat is dan weer een andere parallel dat ik kan trekken. Vroeger, ik heb denk ik 10 jaar lang naast dezelfde mensen gezeten. Dat was zoiets, je bleef gaan en je bleef een abonnement nemen. En dat is er ook wel echt uit. Je hebt supporters haken sneller af. Of andere interesses ook, denk ik. Hè. Een supporter van Anderlecht is gewend om te winnen. Dus ja, de laatste jaren winnen ze niks meer. Dus dan haken er mensen sneller af. En dan merkte wel heel fel dat... Dan was het echt zo van... In de jaren dat ik altijd ging... Ook verlengd? Ja, tuurlijk. Dat is een stomme vraag. En dat is altijd zo die relatie van mensen. Dus ook helemaal anders nu. Ik denk dat de hoofdtribune daar een heel mooie weergave van is. Vroeger... In mijn herinnering, de laatste jaren, de hoofdtribune, die zat altijd vol. En sinds dat ze daar een nest leren fauteuils hebben opgesmeten, is dat triestig om te zien. Ja. Dat is zielig. Je ziet daar... ik zit dan in N5, je ziet rechts van u Moves Army ambiance. Gisteren ook tegen Brugge, heel de linkerzijde, de lange zijde, die doet mee, die zingt mee, daar is ambiance. Aan de overkant Zoutleaders... En dan hebben daar een vakje met boeren. Hè. Ja. Maar dan die waren heel stil trouwens gisteren. Ja, heel lang. Ja, tot na de 0-1. Maar dan die hoofdtribune, ja, dat is tristesse. Ik vind dat eigenlijk... We zijn al een beetje aan het uitweiden, maar ja, dat kunnen we uitweiden of afwijken. Maar ik vind dat eigenlijk, als je weet, die hoofdtribune, hè, als je weet nu, die mensen komen niet opdagen. Hè, dat kan toch perfect monitoren. Nodig dan gewoon jeugdspelers uit, hè. Of desnoods kan ze daar met jongeren vanuit de wijk of zo. Geeft mensen een kans om kennis te maken met Anderlecht. En op een toffe manier in leren zeteltjes. Maar dan zit er tenminste volk en heb je tenminste nu. Kijkt altijd op een lege tribune. Maar ik vind dat ook echt storend. Dat doen ze wel, hè, met die jeugdspelers. Die zitten altijd in een oude M4. Daar onder het torentje zeker. Onder het torentje, ja. Daar zitten altijd wel jeugdspelers of jeugdploegen. En ik weet toch dat ze daar met sociale projecten, of toch vroeger, dat men daar wel die dingen deed. Dat is nog plaats genoeg om meer te doen, hè? Ja, absoluut. Daarvan was bijvoorbeeld die bekerfinale tegen Genk, een supergoed voorbeeld. Tegen de U21. Ja. Dat was gratis inkom. Dus je gaf de kans aan jongens en gasten uit de wijken, vrienden van de gasten die wel echt spelen, om de eerste keer daar te komen. En dat is gewoon wat er moet gebeuren. Hè. Je moet ervoor zorgen dat... Wat toen ook gelukt is, want er zat veel... Ja, als we het zo mogen zeggen, er zat veel kleur en jong en oud. En het was op zich wel leuk om te zien. En dan is je moet het publiek jong binden. En dan, als de vonker is, dan blijven ze komen, hè.
Wat meneer Avatar hier zo net mooi zei, ik ben een zetelsupporter, ik zal het zo maar omschrijven. Ik ga hier naar het stadion wegens allerlei redenen. Bereikbaarheid, parking, comfort in het stadion, belevenis tijdens en zo verder. Als iemand die dat van thuis uit bekijkt vanuit zijn zetel, heb ik inderdaad ook wel het gevoel, er is minder samenhorigheid onder die supporters dan vroeger. Kenny had het erover in een van onze meest recente opnames. Ik ga daar een kort fragmentje over laten horen. Het publiek van 15 jaar geleden is meer het publiek van nu. En daar is inderdaad een nieuwe stroming, veel meer jonge gasten, wat ook wel aan te moedigen valt. Maar ja, dan heb je die sfeergroepen. En daar gaat het inderdaad meer over pintjes drinken, kooksnuiven op de bus. En ja. Ja, meneer Avatar, was jij vroeger ook aan het kooksnuiven op de bus? Of deed je ook andere dingen? Nooit gedaan. Nee. Maar nee. Herken jij een beetje wat Kenny zegt? Het is een boetade, hè? Laat ons eerlijk zijn. Maar... Goh ja, natuurlijk. Bij mij gaat er een beetje, als je kijkt naar de resultaten de laatste 10 jaar, en in het bijzonder de laatste 5 jaar. Oké, we hebben dan wel wat covid-jaren gehad, maar de laatste 10 jaar zijn we 4 keer kampioen gespeeld, waarvan 3 keer, hè, 2011, 2012, 2013. En nadien is het eigenlijk, sinds de overname van Koeken, is het eigenlijk bergaf gegaan. Dus... De nieuwe, jongere generatie supporters die nu in dat stadion zitten, die er de laatste 5 jaar zijn bijgekomen, hebben eigenlijk nog niks van succes meegemaakt of gekend. Terwijl, in mijn geval, ik ga er al 20 jaar naartoe, het went op den duur kampioen spelen. Hey, tof kampioen gespeeld, hey, matchke, applaus gegeven, tot volgend seizoen ja. Mannen, up, klaar en weg. We mogen dat natuurlijk, ik banaliseer dat nu een beetje, dat is het natuurlijk niet, maar op den duur treedt er wel een vorm van gewenning op. En ik zie wel... Dat verklaart ook een beetje die mindere cohesie tussen de supporters. Van ja, je hebt nog echt mensen zoals ik, die, ik zal het dan maar, de gouden tijden hebben meegemaakt in mijn carrière dan. Dat spreekt nog niet over Europese finales, maar die wel de gewoonte hadden van 1 keer om de 2 jaar kampioen te spelen. Tegenover nu, ja, 4e, 6e, 8e. Dat kan al eens gebeuren een jaar. Je kunt dus echt een rot jaar hebben, maar nu is het echt al zo lang dat er eigenlijk geen succes is geweest. En in die optiek is de verloren bekerfinale van vorig jaar... daar ook wel een soort van benchmark in voor mij, in het feit dat die supporters, als je dat succes nooit niet gekend hebt, dan gaat het er volgens mij ook minder hard van wakker liggen als het resultaat niet goed is, of het spel niet goed is, of noem maar op. Ja, ik vind het grappig dat je dat nu weer aanhaalt, want dat heb ik echt al zoveel op mijn bord gekregen. Nee, maar ik denk dat, om 2 dingen even van elkaar los te koppelen, dat was toen in een ik had dat toen misschien niet zo mogen zeggen, maar ik denk dat drugs gewoon een maatschappelijk probleem is. Punt. Zoals alcohol ook een maatschappelijk probleem is, en daar moeten we niet een nozel over doen. Maar er is een verschil tussen een drug nemen om naar een discotheek te gaan en een feestje te hebben, en ik heb daar ook geen probleem mee. Maar mij ontgaat de en ik heb het nu in Londen weer meegemaakt, dat ik daar 20 man zie staan. Ik vroeg me af van, weten ze nog waar ze zijn? Het is dan 2 uur 's middags in Londen Centrum. Ja, en dan staat er soms dat er dan s'avonds in het stadion, als er schermutselingen zijn, dat er een paar mensen over hun rooi gaan. En die dingen wil ik gewoon van elkaar loskoppelen. Ik wil ook niet zeggen dat iedereen achter de goal kooksnuift. Dat heb ik ook niet gezegd. Maar... We krijgen hier bezoek. Oh, het is de Sinterklaas. Sint. Het is Sinterklaas. Ja, het is meneer Benson. Het is Benson. Enchanté, meneer Benson. Schoon volk komt altijd iets later. Mooi volk komt altijd later binnen. Ja. Wel gekomen. Het ging je net over de kooksnuivende supporter. Ja. Ben, we weten, ik heb al aangekondigd, jij bent... Een seizoenskaarthouder, je hebt een abonnement op Anderlecht. Laat jij wel eens verleiden tot een lijn koken met je vrienden op Anderlecht? We vliegen er direct in, merk ik. Ja, alles op tafel, je kom mag op. Kleur beginnen. Kan je de vraag nog eens herhalen? Want, Ja, hoe is jouw belevenis tussen de supporters nu? Ik zal een serieuze vraag stellen. Het ging net over het feit dat, vanuit ons perspectief, lijkt het wel een beetje dat de Anderlecht-supporter onderling, dat er wel meer verdeling is onderling dan pakweg 10, 15, 20 jaar geleden. Goh, naar mijn indruk is het iets meer gelijk gestemd op dit moment. Ik kreeg vroeger veel meer vieze blikken als ik weer eens losging over de schacht dan nu eigenlijk het geval is. Dus, Jij zit op zich wel in een redelijk kalm vak, waar daar inderdaad, ja, buiten jij en ene Thomasius Boon af en toe een keer recht staat, of ik als ik er ben... Ja. We zijn opgeschoven dit jaar. We zitten nu eigenlijk quasi in een bocht. Ja. Dus dat is toch, daar staat het meestal wel... net naast ons begint het zo wat. Dus daar is het toch niet zo rustig. Dus, Ja. Ik weet niet waar... Want wat was ik eigenlijk aan het zeggen over het... Niet elke supporter achter de goal doet voilà. Drugs. Dus ik wil ook niet iedereen van Moves on Me of van de Southleaders veroordelen tot dat. Maar ik maak gewoon voor mijn eigen constatering dat ik die dingen veel meer zie nu dan
15 jaar geleden. En dat is ook normaal, als je uitgaat, zie je dat ook veel meer. Maar ik stel me dan de vraag, voor een matchje voetbal in een stadion waar kinderen zijn, waar dat, is dat dan iets dat je nodig hebt om naar de voetbal te gaan zien? Ik zou graag... Ik ga niet zeggen dat ik in mijn leven nog nooit geen verdovende middelen gebruikt heb, want dan zou ik liegen. Maar ik zie de game er niet in. Als ik naar de voetbal ga, is het voor naar de voetbal te kijken. Die mannen komen voor sfeer te maken, wat ik ook oké vind. Maar snap je? En dat is een beetje... En dan die korte lontjes dat er dan bij komen. En die toestanden. Ja, dan denk ik van... Ja, is dat dan nodig? En dat is eigenlijk meer de dingen die ik maak. En dat is niet omdat ik wil niemand veroordelen. Maar ja, dat is wat ik gewoon constateer. Ja. Nu, het is natuurlijk wel zo dat voetbal in het algemeen voor veel mensen ook wel hun enige uitlaatklep is. En we moeten er niet flauw over doen, dat kost wel wat centen. Dus mensen verwachten daar, denk ik, dan ook wel iets voor terug. Nu, zoals dat gezegd, drugs is een maatschappelijk probleem. Als je naar een festival gaat, als je naar, noem maar op, eender waar je in Antwerpen op café pintje gaat drinken, ja, dan krijg je bij ze van spreken ook een lijn kook naast je pint. Dus... Welk café is dat? Ik vraag het voor een vriend. Straks even naar de uitzending. Ja. Het BV-café op de Marnixplaats. Dus nee, maar ik denk, ja... Hoort dat erbij? Nee, gebeurt het? Ja, het gebeurt overal. Hè. We moeten dat niet flauw doen, dat gebeurt in het verkeer, noem maar op. Dus op zich is dat inderdaad een maatschappelijk probleem. Maar het komt natuurlijk veel meer tot... Hoe meer mensen op één plek zijn, hoe meer dat je tot uiting komt, hoe meer dat je het zichtbaar wordt en aan de oppervlakte komt. Dus. Ja, misschien Ben, als intro voor jou vandaag. Ik heb daar straks ook aan de twee andere heren hier gevraagd. Weet je nog de eerste keer dat jij in het stadion van Anderlecht zat? Oh, de eerste keer denk dat ik... Het was redelijk laat bij mij. Ik denk dat ik een jaar of 18 was, zoiets. Je bent er nu? Ik ben er nu, 34. Oké. Okay. Dus, ik denk dat dat een kampioenschapsmatch was, of misschien een bekermatch. Ik weet niet meer welk dat exact de eerste match was, maar... Ja. Het is niet zo dat je daar binnenkwam en dacht, wauw, dit verandert mijn leven. Sorry. Goh, nee, ik was daarvoor wel in een paar andere stadions geweest, dus het was niet mijn eerste stadionervaring, maar... Het heeft wel heel veel vrouwen die daar toevallig, die daar aanwezig waren in hun leven veranderd toen Ben daar binnenkwam. Oh. Dus dat was wel, ja, dat kan ik wel zeggen. Zijn er anekdotes die ook verteld kunnen worden? Of? Misschien niet helemaal. Ben en Tommy, ik ga jullie even neerzetten als de meer gematigde supporters. Hoe kijken jullie naar zo'n supportersclub? Want Avatar, je hebt het misschien gemist, Ben, maar hij is mede oprichter geweest van Move's Army. Hoe kijk je naar zo'n initiatief zoals Move's Army? Je bent er duidelijk nooit bij aangesloten geweest. Is daar een reden voor? Bij mij is het meer uit praktische overwegingen. Om de twee weken naar het stadion gaan neemt al redelijk wat tijd in samen met andere activiteiten buiten het voetbal. Dus het is meer om die reden dat ik eigenlijk nooit echt naar uitmatchen ga of ben geweest. Dus heb ik ook nooit echt de nood gehad om mij aan te sluiten bij een supportersclub. Fair enough. Idem dito voor Kenny. Ja, want je hebt me daar juist Tom genoemd. Het is maandagavond, het is een lange dag geweest. Ik ben jaar en dag lid geweest van de Marit Reis in Leuven. Waar ik dan vaak samen met Purple Haze reed ook, met een Hugo. Een Albert. Ja, inderdaad. En een Albert, ja. En dan ben ik nu, was ik eigenlijk lid bij Blijf Kalm in Everberg. Maar ja, laat ons zeggen dat De politiek dat daar gevoerd werd, niet mijn dada was. En ja, kijk, dan stopt het bij mij ook als het echt pure... het moet wel correct blijven. En ik snap dat ik niet voor elke match kaarten heb, maar als we goed zijn voor de bus te vullen tegen de La Louvière is in een beker in van die toestanden, en als er dan een deftige match is dat we nooit geen vraag krijgen om eens mee te gaan, kijk, dan stopt het. En zoals Avatar zegt... Een goede club die heeft een puntsysteem, en de man die dat het minste punt hebben, die krijgt een bericht als er kaarten over zijn. Zo zou dat moeten zijn. En ik vind gewoon een uitmatch sowieso wel leuker dan... leuker. Dat is gewoon een totaal andere sfeer. En er is, iedereen staat meer achter de ploeg. Je zet daar ook... Daar zijn echt de mensen die daar... Ja, leven voor de voetbal. Hè. Dat is zo'n beetje... en dat is gewoon... Ik vind dat leuker. Ja. Als je op Standaard of Brugge binnenkomt en je wordt daar geviseerd door 20.000 man. Ja, dat doet iets met... Dat doet iets met een mens. Ja, tuurlijk. Ga jij naar... Kom gewoon op Purple Haze, Kenny. Nee, maar over dat puntensysteem. Eigenlijk is het zo dat je in de flutmatchen, zal ik maar zeggen, verdien je punten om de topmatchen te kunnen gaan kijken. En bij ons is het eigenlijk heel simpel. Je gaat mee. Als er kaarten zijn, iedereen schrijft zich in.
Er is 30 man ingeschreven, maar 20 kaarten. Oké, de 20 met de meeste punten gaan mee, tenzij dat dan iemand afbelt of noem maar op. En zo moet je eigenlijk, bij ons wordt eigenlijk een beetje gestimuleerd om de kleinere wedstrijden, hè, open away op vrijdagavond, dat is niet altijd even praktisch, maar mensen die die doen, verdienen het tussen aanhalingstekens dan wel om ook de topmatchen te kunnen gaan kijken. En dat is eigenlijk een heel fair systeem. Zo zou het moeten zijn. Maar ik weet wel uit ervaring dat er inderdaad andere clubs zijn waar dat je bij gratie van de voorzitter mee moogt en je kaart krijgt. Of weet vroeger was, hè? Allee, dat een beetje... Dat er mensen zijn waar dat ook supportersclub hun broodwinning is, zal ik maar zeggen, en die daar dan goed aan verdienen en noem maar op. Ja. Dus. Dat is een beetje droevig. Het ging net over die tyfo's en dergelijke. Wat ik me afvroeg, wat gebeurt er nadat die zijn uitgerold in het stadion? Want dat is niet wat je thuis even omhoog hangt in je living. Of... Een vuilbak. Ja, kun je daar niks meer mee doen. Hè? Ja. Ik bedoel, dat komt naar beneden, dat wordt helemaal opgefrommeld. Dat gaat dan onder de tribune wordt het daar gelegd. En volgens mij gaat dat dan nadien gewoon in de vuilbak, tenzij dat er iets anders is. Maar ik denk ook dat het materiaal dat ze gebruiken... Dat effectief, allee, er wordt op geschilderd en weet ik veel wat. Dus je kunt er nadien eigenlijk, je kunt dat niet in een wasmachine steken om dat af te wassen. Dat moeilijk omdraaien en nog eens gebruiken. Ja, voilà. Dus, dat wordt ook aan elkaar gezet. Dus ja, het is niet zo dat je zou kunnen zeggen, we leggen hem helemaal nog eens open en we schilderen naar de achterkant nog iets op. Dat gaat in principe niet, dus ja. Wil je er juist iets zeggen? Nee, ik wou nog even over dat puntensysteem. Is dat dan ook iets waar dat in transparant in is naar de leden toe? Dat je echt wel weet van, oké, ja, ik sta nu op plaats... 75. En dan vergiftigde je de 10 man voor u en dan schuif je 10 plaatsen op. Dat was transparant. Dat was totdat een bepaalde regering het nodig vond om een GDPR-wetgeving te maken, waardoor dat nu allemaal niet meer transparant is in die zin van, het staat niet meer open en bloot op de website. Ja. Maar je kunt nog altijd wel, als je naar ons bestuur belt en je zegt van, zeg, hoeveel is de staak en hoeveel punten heb ik, dan wordt daar wel open en bloot over gecommuniceerd. Dus het is niet dat een groot geheim is, of dat je niet weet wie dat er voor je staat, of noem maar op. Dus. Ja. Meneer Avatar, hoeveel geld gaf je als stichtend lid op maandbasis uit aan Anderlecht? Heb je daar iets of wat een idee van? Je hebt je huiswerk gedaan, je gaat je papieren nemen, denk ik. Hè? Klopt, ik moet eens even in mijn papieren gaan snollen. Want ik hou mijn eigen budget zo'n beetje bij, dus dat is wel handig. Dat is de verantwoording. De verantwoording thuis, inderdaad. Ja. Nee. Maar ik heb dat zoiets van 2014 beginnen oplijsten. €129 per maand, €198 per maand, €190 per maand, dan €83, €36. Covid-jaren ongeveer €40 per maand en dit jaar zitten we terug op €75 per maand. Dus... Los van abonnementen en... Nee, dat is abonnement. Dus dat is enkel abonnement, bus en tickets. Dus dan reken ik daar niet bij, al dan wel of niet pintjes die je in het stadion koopt. Want op dat gebied maak je natuurlijk zo duur als dat je het zelf wilt. Hè. Je kunt in het stadion niks drinken en de match komen zien en naar huis gaan en dan doe je bij wijze van spreken buiten je abonnement geen frang op. Of je kunt voor de match... In de Château d'Or, de Weilen Château d'Or. Ja. Pinten gaan drinken en noem maar op. En tijdens een match nog 4 keer van de tribune gaan voor pinten. Ja. Dus daar reken ik er dan niet bij. Maar dit is echt puur verplaatsingsonkosten erbij. Dus Europese tickets, noem maar op, vlucht. Ik denk niet dat je een budget van bijhoudt, maar we drinken wel wat pinten tijdens de match. Dus ja, daar gaat dan vooral het extra budget naar uit. En ja, natuurlijk Europese campagnes. Thuismatchen bijvoorbeeld, bekermatchen. Maar albel vind ik dat nog wel meevallen. Ja, ik kreeg dat vroeger wel eens thuis commentaar op van mijn ouders. Van, zeg, die voetbal, dat kost zoveel geld. En dan zeg ik van, ja, ga een keer de rekening maken van mijn zus die rijdt paard. Wat daar de maandelijkse kost van is. En dan zal die voetbal nog heel goedkoop zijn. Nu natuurlijk, ja, als ik zie vroeger, €200 per maand, €190 per maand. Dat is inderdaad een jaar waarin dat je 3-4 Europese wedstrijden hebt. Die niet bij de deur zijn, die je niet met de bus doet. Ja, dan loopt die rekening natuurlijk al wel aardig op. Dat is het, hè. Ik ben ook vooral afgehaakt toen, omdat het als student... Ja, je begint uit te gaan, je begint, ja... Dan... Kook te snuiven. Nee, maar... je maakt rap je rekening en je weet ook van... Oké, ja, ik was van mijn 14, 15, 16 jaar... Moest ik eigenlijk alles zelf betalen van hobby's en dergelijke. Ja, en dan als je elk weekend €50 aan Anderlecht uitgeeft... buskaart... en eten en drinken, ja, dan gaat het snel. Hè. Sommige medestudenten van mij die hadden €50 budget per week. Dus ik ging in de week uit en dan ging ik zaterdag of zondag nog naar Anderlecht. Ja, dan ik kon bijna gaan vakantiejobben of voor Anderlecht. En dat was op een duur een beetje... Dan maakte ik keuzes, ja. Dat is ook wel een van de redenen waarom ik ook relatief laat mijn eerste abonnement genomen heb. Deel was praktische,
van sinds ik naar Brussel ben verhuisd, werd het heel wat eenvoudiger. Ja, de jaren daarvoor was dan, vond ik mij niet echt terug in het beleid van Van Holsbeek, het jaar van Van Holsbeek. Dus dacht ik van, ja, ga ik occasioneel wel eens en ging ik wel een match of 10 per jaar. Maar dan dacht ik van, ja, om daar nu echt iedere 2 weken te gaan zitten, dat kon ik toen wel niet opbrengen. En dan, ja, één keer als je werkt, wordt het wel, ja, betaalbaarder. En dat is bij mij nu ook wel zo. Ik woon in Mechelen nu. Ja, gelijk gisteren zondagavond om 6 uur, ik vond dat plezant. Want ja, dan ben ik op een half uurtje in Sint-Pieter-Sleeman aan de metro en dan zit je op 3 kwartier in het stadion. Maar zo'n, ja, een weekavond, 7:15, ja, dan moet ik om 3:30 of 4 uur vertrekken voordat ik de ring over ben. En dat zijn allemaal dingen die meespelen. Je hebt het gezien. Je gaat, ik heb ook heel veel andere hobby's. En dan moet je op een gegeven moment, ja, keuzes maken. Hè. Dat is, Als ik nu kijk naar deze week, nu donderdag op Zulte-Waregem. Oh, maar het is 8:30, 9:15. Ja, dat is voor mij, die dat nog redelijk centraal gelegen woont, om 4 uur 's middags vertrekken. Dat is al niet voor iedereen even gemakkelijk. Maar ik kan me indenken dat mensen die uit de Limburg komen of zo, dat die echt al een halve dag verlof pakken om 1 dag te geraken. Maar je moet dan nog rekenen dat je nadien ook nog wel naar huis moet. Hè. En dat is ook een van de dingen, nu dat we dat toch aan het bespreken zijn, ik denk dat een tv daardoor ook heel veel kapot gemaakt heeft. Ook het meer op zaterdagavond mogen spelen op Anderlecht. Ik vond zaterdagavond 8 uur, dat is briljant, hè. Je vertrekt om 1:06 naar de voetbal, een matchje om 8 uur, 10 uur de match gedaan, kun je een pintje drinken en daarna heb je nog eigenlijk... Of je gaat naar huis, naar vrouw en kind. Of je gaat nog op de lappen, maakt niet uit. Maar nu, ja, match om half twee. Ja, je kunt om 10:30 thuis vertrekken. De match is om 4:30 gedaan. Heel uw zondag is naar de vaantjes, hè. Dat zijn zaken dat ik snap, voor veel mensen heel ingrijpend zijn, hè. Mee eens? Ja, en ik vind dat wel een chapeau voor die mensen die het kunnen opbrengen om week na week van aan de kust. Want zo zaten er in Nederland al voor ons, die kwamen van aan de kust tot in Anderlecht. Om de 2 weken dan. Zeker als dan het voetballen, zoals de voorbije maand echt heel matig was, dat je echt denkt van, amai, ik heb dat jij iedere week nog op die bus stapt. Je zondag opoffert, terwijl dat je weet dat er eigenlijk niks te zien gaat zijn, dat je gefrustreerd naar huis gaat. Ja. Ik denk toch wel chapeau aan die mensen die dat volhouden. Ik moet nu wel zeggen... Anderlecht heeft ook supporters over heel het land. Dat speelt ook wel mee, een stukje in ook weer die onderlinge cohesie. Het is niet dat je dat, bijvoorbeeld, het is niet één stad, bijvoorbeeld. Allee, bij Antwerpen, dat is Antwerpen en de Rand. Maar die hebben geen supportersclub aan de zee, hè. Of misschien taal. Eentje. Taal is ook een ding, hè. Voilà. Dus, maar dan ben ik nu een draad kwijt. Nee, het ging over die supporters die van overal komen. Ja, dat zorgt er natuurlijk voor, inderdaad, chapeau. Mensen van de Westhoek die op een vrijdagavond om 8:30 of om 9:00 in Eupen staan, die dan nadien nog 3 uur of 4 uur op de bus naar huis kunnen zitten, ook echt waar. En zien jullie eigenlijk bij de supportersclubs dan grote verschillen als bijvoorbeeld een uitmatch is in Oostende of in Eupen, dat eigenlijk het publiek dat aanwezig is wel heel verschillend is, dat de mensen... Goh, nee, eigenlijk niet, maar ik moet ook wel zeggen dat dikwijls, en dat is heel ambigu, maar dikwijls de matchen die het slechtste waren en die op niks getrokken zijn de matchen waar het op de bus het meeste feest is. Omdat je eigenlijk, we moeten zeggen, uit iets negatiefs iets positiefs halen, is dat dikwijls van, och, trok er op niks, kom up, smet een bak open, trek nog een pintje af en we maken het voor ons eigen wel gezellig. Terwijl dat, ik herinner mij een matchje, dat we, de kampioensmatch op Brugge, dat was feest, maar de rit in de bus naar huis, ik kan niet zeggen dat het een begrafenis was, dat was leuk. Maar dat was ook niet dat wij op het dak van de bus stonden te dansen van vrolijkheid. En waarom? Ja, gewoon omdat, ja, zoals ik zeg, als de voetbal goed is en zo, is het achteraf, is er qua analyse niet veel te zeggen. Buiten, ja, het was goed en die was goed en die was goed. En die heeft toch wel een slechte pas gegeven. Of, ja, zo denk ik dat er dan net euforie is. En... De vierde goal, dat toch wel een schoon combinatie. Snap wel, je vindt in die negativiteit, je begint gewoon tegen elkaar te zagen en dat creëert een... Ik kan mij nog tig van wedstrijden op standaard. Standaard schiet mij nu te binnen. Dat ik met GSB, van het Forum ook, op de bus zat van de Marit Reis. En dat wij tegen elkaar aan het zagen waren. En dan toen. En dan, ja, dan vind je gewoon... En dan begin je pint te drinken om het te vergeten, zeker. Ja, dat is, ja. Ja, en ik denk ook na een goede match, hè, veel ontspanner. Hè, dan zit op je gemak, dan... dan zijn ze een beetje rustiger. En als het een slechte match is geweest, dan zijn ze vaak nog wat opgefokt van die match. Dan moet dat er waarschijnlijk op een of andere manier nog even uit. Ik zeg nu een soort advocaat van de duivel. Hoe slechter het gaat, hoe toffer de rit heen en terug.
Nee, je mocht dat nu ook niet overdrijven of overromantiseren of noem maar op. Dus. Weet je waar dat je dat heel erg in merkt? En zeker ik zijn, omdat ik alle kanten van het spectrum al heb gezien, dat ik nu ook wel... Alleen met de kleine nu kijk ik regelmatig thuis alleen naar de voetbal. En dan kan ik u verzekeren, dan miste dat wel een café of dan miste wel een supportersbus om daarna nog even... te ventileren. Een paar pinten te drinken of, en even stoom af te blazen, want ja. Fair enough. Ja. Benoit, ik kan jou al vragen, waar zit jij precies in het stadion? E11. Ja. En hoeveel kost jouw abonnement? Ongeveer. Goeie vraag. Dat ergens... maakt voor Ben niet zoveel uit. Ik heb het betaald met mijn ogen toe. nee, ik denk iets rond de 4, tussen de 400 en de 500, denk ik. Zoiets. Ja. Ik denk dat het zoiets is bij jou. Vind je dat goedkoop? Vind je dat schappelijk? Het is misschien een betere woordkeuze. Goh, op dat vlak zie ik het redelijk rationeel in functie van de capaciteit die we hebben. Hadden we een stadion van 40.000, zou ik zeggen van ja, wees een beetje schappelijker naar je supporters toe en breng dat wat omlaag. Hier zie ik het meer van, kijk, de club kan dat geld wel gebruiken, of het dan voor mij, of het dan nu 50 euro meer of minder is, gaat voor mij niet veel uitmaken. Dus ja. Ik vind het blijft duur, hè, natuurlijk. Het blijft duur om wat voetbalmatchen te gaan kijken. Maar gezien de beperkte capaciteit kan ik wel snappen dat het een soort van vraag en aanbod is. Waarom strek die vraag ook los van dan sportief even? Is het de moeite waard in de zin van accommodatie en bereikbaarheid en comfort en sanitair? En... Voor mij is het eenvoudig. Ik heb 1 metro die van bij mij thuis tot aan het stadion gaat. Ik werk ook in het centrum van Brussel, dus ook ja, die Europese matchen, voor mij is dat niet echt problematisch. En natuurlijk, je betaalt wel voor die matchen, maar het is eigenlijk ook, zoals wel wordt aangehaald, maar ik vind het ook gewoon plezant om op de zondagnamiddag dan nog even voor de match, even na de match, dan nog wat pinten staan te drinken. En vooral, ik vind het gewoon een plezante activiteit de zondagavond, dus dat is het mij ook wel waard. Okay. Ik denk wel dat we... sinds de oranje stoeltjes weg zijn, hebben we aan zitcomfort toch wel wat ingeboet. Dat je bepaalde plekken echt wel met je knieën tussen de oren van je voorganger zit. maar langs de andere kant kun je ook niet ontkennen. Hè, de bars in het stadion zijn geüpgraded. Het gaat allemaal nu, zeker dit jaar, met dat cashless. Allee, met de bankkaart betalen. Je zit niet meer met dat gezeik, met die app, noem maar op. Wc's zijn onder andere genomen. Wc's zijn proper, dus er wordt inderdaad wel geïnvesteerd. Nu, ik kom met de supportersbus naar de voetbal, dus voor mij is dat ook gemakkelijk. De bus rijdt tot bijna op Plas de Linde, zal ik maar zeggen. Ik stap uit, ik wandel naar het stadion. Alleen, mobiliteit is natuurlijk wel, zeker na de matchen, is een gigantisch drama. En dan snap ik niet dat je daar... Alleen, voor de match loopt dat er vol met politie en overal het verkeer te regelen. En na de match is daar geen ene politie niet meer te zien. Dan heb ik soms het gevoel van, even gauw langs de kassa passeren. En... Dat is natuurlijk dan... De omgekeerde medaille van een stadion in een wijk te hebben. En die zijn net als heel leuk en gezellig in die sfeer. Ja, we moeten ook niet... Allee, het stadion ligt in een wijk, maar ligt ook wel redelijk dicht bereikbaar bij de Brusselse ring. Er zijn twee, drie afritten eigenlijk kortbij. Dus het is niet zo dat je echt Brussel centrum zit. Dus ik denk, of naar mijn aanvoelen, kunnen we een aantal kleine ingrepen die mobiliteit wel wat verbeteren. Ik vind qua mobiliteit is het ook hoe moeilijk dat je het jezelf maakt. Zeker ook met een auto. Ik ga niet vertellen waar ik mij parkeer, want nu heb ik daar altijd heel veel plaats. Maar ik pak de metro. Ik pak 4 haltes de metro. Dat kost mij inderdaad minder. Ik denk dat kost mij minder, want ik parkeer gratis dan mij daar in het stadion in een blauwe zone te zetten, aan het stadion. Maar ik merk wel, en dat is al jaren verergerd. Ik weet, vroeger gingen we met een auto parkeren. We hebben beneden aan het Antwerp-Astridpark. En stonden we op 2 minuten op Plas de Linde en dat was allemaal geen probleem. Dan zijn ze daar 5 jaar later bij ons daar ook op te schrijven. En dat is alleen maar verergerd en verergerd dat zo precies een beetje een pestgedrag van de gemeente Anderlecht naar de voetbalsupporters toe is. En dat is 1. En dan merk ik bijvoorbeeld ook, je hebt in Sint-Pietersleden een Brico. Die parking is zondag altijd leeg. Die sluiten ze dan af. Dan heb ik zoiets van, zo van die dingen... snap ik niet dat de club niet meer geholpen wordt. En dan worden de buurtbewoners ook ontlast. Want dan zegt gewoon, jongens, parking Brico, metro, en het is geregeld. En zo van die zaken vind ik dat je elkaar erin moet vinden. Maar ik vind wel, je hebt nog altijd die typische supporters die in de straat aan het stadion willen parkeren. Ja, die tijd is gepasseerd. Dat gaat gewoon niet meer lukken. Maar er zijn wel... Ik vind de metro super gemakkelijk. Ik vind dat niet super ambetant. Nu natuurlijk, de club doet er wel dingen in, hè, met parking Decathlon, ja, met die shuttlebussen. Ja. Ik vind dat een heel goed initiatief. Alleen, denk ik dan, kom ik na de match daartoe en staat daar één shuttlebus en staat daar 500 man te drummen om daar eigenlijk als sardinen in hun blik op die bus te stappen. Dan denk ik ook van, kun je dat niet iets beter regelen? En dan komen we terug op die mobiliteit. Die bus die vertrekt dan, maar dat duurt dan 1/2 uur of 3 kwartier tegen dat die terug is. Terwijl dat eigenlijk...
ja, zit een zwaantje voor zo'n bus dat die overal door kan, dat gevlot dat eigenlijk op een half uur daar een paar duizend man weg is. En dat zijn dingen die misschien echt nog wel kunnen verbeteren. Dat zijn dingen dat je als... Ja, en, maar dat zie je zo vaak terug, hè. Dat je dingen ziet aan, rond het voetbal, dat je denkt van, hoe middeleeuws is dat? Hoe slecht is dat georganiseerd? Hey, ik ben nu veel over West Ham aan het praten, maar na de match moesten we daar in het vak nog blijven wachten, zoals altijd met Europese uitmatchen. Dan mochten we van ons stoeltjes af, moesten we in de catacomben blijven staan. Als je dan al weet dat er zo wat elektriciteit hing in de dingen, dan zou ik denken van, mannen, wacht dan nog een half uur in het stadion, laat ons gewoon vertrekken. En hadden ze daar het idee van een stoel te maken met de Annex Support, met 3000 man in kolonnen naar de bussen, wat ik eigenlijk wel een goed idee vond, want je wordt volledig afgeschermd van de thuissupporters. Iedereen kan cool down. Maar dan vond die politie het nodig om van achteraf en toe te duwen. Te chargeren, zo van, allee jongens, voortstappen. Daar zaten rolstoelgebruikers tussen. En dan denk ik van, alleen maar, hoe primitief is dat dan dat gedrag? En dan zie je in zoveel dingen terug. En dan die mobiliteit is daar ook een voorbeeld van. Organiseert dat toch goed? Ziet dat daar 3-4 bussen staan? Een paar stewards die dat in... En zeggen van, oké, tellen de mensen, bussen vol, bussen vertrekt. En dan denk ik van, het is weer zo, het is een goed initiatief, maar het is weer zo van de nonsens, allee, zo half en half. Meneer Avatar, ik heb met jou vorige week al even gesproken en je zei toen tegen mij, je hebt als uitsupporter soms wel het gevoel, wij worden hier bekeken als halve criminelen. Zeker als je naar het buitenland wilt en al dat processen die erbij komen kijken. Ja, dat klopt toch zeker in het buitenland. Allee, ik denk dat Frankrijk is er een heel goed voorbeeld van. Als je in Frankrijk komt, is het le petit belge là. En dan lag je zo eigenlijk vierkant uit. Spanje is daar heel hard voor gekend. Je hebt het nu ook gezien met de supporters van Club Brugge. Spaanse politie, dat is nog... Ik weet niet of je een Spaanse matrak kent. Dat is niet fijn om daar een tikje van te krijgen. Staan daar pinnen op of zo? Ik ben ook verschoten van de Engelse matraksen. Hoe dat die eruit zagen, dat waren gewoon metalen staven. Ja. Nee, een Spaanse matrak is eigenlijk een matrak waar dat van boven een veer op staat en daar staat dan zo'n ijzeren bol op. Dus als je daar een galet van krijgt... Dan gaat, dan gaat het geweten hebben. Ja, inderdaad. Dus nee, maar dat is wel algemeen geweten dat eigenlijk zo de Zuiderse landen, Griekenland ook, daar wordt niet gepraat, daar wordt gewoon gemapt. Dus. Dit is, en dat vooral, en nu ook weer, in Engeland was het ook weer, van dat is het moment dat die man nog eens mogen, de speeltuin nog eens open mag. Hè. Ja, dat is een beetje schrijnend, want ook, bijvoorbeeld, ik had dat op het forum al verteld, ik was mijn portefeuille was uit mijn zak gevallen. Ja, ik had juist een beetje kook verkocht aan een Move daarmee, supporter daarmee. Maar, dus tijdens het zitten, ik mocht dan met moeite nog tribune op. En een van die agenten die daar maar wat graag een keer wat uitdelen op Anderlecht supporters, stond daar nog. En die zag dat ik duidelijk iets aan het zoeken was en die begon in mijn gezicht uit te lachen. Dan heb ik ook vriendelijk gevraagd van, ja, it's funny or what, or I've lost my wallet. En die kid is dan door collega's weggestuurd, omdat ze ook zeiden van, allee man... Laat het gewoon zo, die kerel doet niks mis. Die is gewoon zijn portefeuille aan het zoeken, bol het gewoon af. Om maar te zeggen hoe hevig dat die erop staan, om te tonen van... Allee, die misschien macht... Misschien wordt er bij bepaalde autoriteitsfiguren ook wel eens coke gebruikt, wie zal het zeggen? Nee, maar misschien nog om even te duiden. Er zullen een hele hoop supporters waarschijnlijk de verplaatsing naar Bologna zich nog wel herinneren. In recenter verleden de verplaatsing naar Malaga. Als je aan een stadion toekomt en je ziet daar de police gewoon op... Allee, weet je, dat ze op hooligans meppen, oké, maar op vrouwen en kinderen, ja, die daar gewoon voorbij wandelen, die daar echt afgerammeld worden, ja, dan is dat evident dat je op een gegeven moment het knopje omgaat en dat je zegt van, ja, maar ho, zo niet, en dat het daar een beestenboel wordt en een varkensstal tot en met. En ja, dikwijls heeft dat maar een klein dingetje nodig, hè, maar... In Bologna is het toch zo, ik ben daar niet in geweest, maar ik was nog te jong, maar mijn stiefpa is geweest, alles afgeven, hè. Geld, centuren... autosleutels, alles moest afgegeven in tonnen voor de match. En met wat geluk kon je nog wat je nodig had bijhouden. Maar dat is toch gewoon primitief. Oké, dat is nu wel al 20 jaar geleden. Een quote daarover, verplaatsing naar Panathinaikos. Een match onder Hugo Broos, zullen we misschien straks wel over hebben. Stadion binnenkomen, een metalen bak tegen de muur. Al uw kleingeld afgeven, dus uw zakken leegmaken, briquets, kleingeld. In de doos, van onder in de doos een gat, dus uw geld viel daar gewoon door. Dus ja, echt zo dat je zei van, allee, deze kan toch niet. Als je dan na de match uit de tribune kwam, was al dat geld natuurlijk wel weg. Ja, dus je moet niet denken dat je dan nog een euro terugzie of weet ik wat. Om dan, zeker in Panathinaikos, stadion binnen te komen en eigenlijk 90 minuten van links naar rechts te moeten kijken van wat er allemaal naar je kop wordt gegooid. Ja. Dus dat is soms is dat echt wel worden behandeld als, ja, uitschot. Ben, heb jij soortgelijke ervaringen?
Nee, ik heb weinig uitmatchen gedaan, dus... Misschien daarmee ook? Of? Ik vind... Nee, dat is niet de reden geweest. Dat was meer praktisch overwegen. Ik vind het heel belangrijk dat we dit eens doen, omdat mijn vriendin bijvoorbeeld... We keken dan samen naar het nieuws en die... Natuurlijk, ik keur ook niet goed dat er vuurpijlen naar elkaar gegooid worden en dergelijke. Maar af en toe beseffen van waar dat sommige reacties komen in een stadion. Allee, ook, je wordt bekogeld, je wordt soms bepist door thuissupporters. Dan gaan er al eens knoppen over en ik keur dat niet goed. Hè, want ik ben ook de laatste die dat mee iets gaat gooien of gaat ambras maken of maar ik kan wel begrijpen dat ja, genoeg is genoeg. Hè. Als je een muntstuk tegen je kop krijgt, of ja, dat zijn allemaal zaken. Dus ik kan sommige reacties begrijpen, keur ze niet goed. Maar dat mag wel eens gekaderd worden hoe uitfans, en ik zeg dan wel uitfans, soms in een hok geduwd worden en dan als beesten behandelen. Ja. Ik heb ooit het lumineuze idee gehad om voor Valentijn, mijn toenmalige vriendin, mee te nemen naar Bilbao Anderlecht. Wat een romanticus idee, ja, meneer. Ja, dat was een prachtig, prachtig idee. Goeie match. Regen in Baskeland. Ja, een van de weinige matchen waarin Lucas Bilia een goal maakte. Absoluut, prachtige goal maakt zelfs. Maar goed, dat was voor de match, werden daar letterlijk al het stadion ingeslagen. Ik was dan eigenlijk blij dat ik mijn vriendin bij had en dat je zo keek naar de agent rechts van je van hey man, ik loop nu met mijn vriendin. En dat hij zoiets terugkeek van het is goed, manneke, zolang dat je hier blijft, gaat er u niks gebeuren. Maar dan in dat stadion, ja, daar stonden ze letterlijk op onze kop te pissen. Ja. Daar is een hele match lang alles op onze kop gevlogen. Dus ja, dan kun je wel begrijpen op een gegeven moment dat daar na de match, dat daar twee man op het veld loopt, oké, maar dat daar na de match een heel tribune op dat veld loopt, omdat die dat gewoon spuugzat zijn, ja, dat is niet meer dan logisch. Dus ja, zoals dat Kenny zegt... Iedereen zijn geduld, hè. Mijn vrouw was nu mee naar de verplaatsing in Bern, heel rustige verplaatsing trouwens. Maar bij de fouillage, bij het binnenkomen in het stadion, die zei achteraf tegen mij van, allee, ben ik precies een crimineel? Allee, die is zelfs tussen mijn benen liggen voelen en al. En waarom is dat? En dan moet je dan gaan uitleggen van, jammer, soms wordt er als vuur binnengesmokkeld en dit en dat. Maar mensen beseffen soms niet wat dat allemaal is of wat dat je allemaal soms moet ondergaan. Hè, in je schoenen uitdoen en van die fratsen om een stadion binnen te komen. Is jouw vriendin nog eens mee geweest naar een match? Hij zei toenmalige vriendin. De toenmalige vriendin heeft toen letterlijk gezegd van, jij mocht, naar die beesten mocht jij nog gaan kijken, maar mij pakt er niet meer mee. Dus dan heb ik heb voor de beesten gekozen. Ja. Zo blijkt. Mag ik nog wel vragen? Het ging net over mobiliteit en dat er binnen Anderlecht misschien nog wel zaken anders geregeld kunnen worden. Zijn er clubs in België waar in of rond het stadion die zaken al vlotter lopen? Qua mobiliteit niet, want ik wou bijna zeggen Gent, maar daar is ook een nest om de parking op en af te geraken. En een voorbeeld, en dat is echt perfect hoe dat je het Belgisch voetbal kunt schetsen. Wij waren er in het nieuwsstadion van Gent bij, de eerste keer dat we daar speelden. Dan zie je daar van op de straten een blinkende boel. Je denkt, amai, hoe vet is dat? Je rijdt daar met supportersbus de bezoekersparking op. Zijn er twee poortjes. Twee poortjes gemaakt voor de uitfans. Dus dan kun je daar een uur en half aanschuiven voor dat stadion om in te gaan. En dan denk ik van... Ga een keer in Duitsland naar de voetbal zien, in Engeland nu ook, in die nieuwe stadions. Dat zijn ingangen van 40 meter breed. Je loopt daar binnen, gelijk dat niks is. Gent, nieuw stadion, twee poortjes. Dan denk ik van, ja, bon. En zo, dat is zo van die debiele beslissingen. Die dat dan, en daar binnen was het allemaal wel oké, en is dat heel mooi. Maar op Gent klagen ze ook omdat de parking op niks en trekt. Je raakt er maar moeite af. Zelfs op de fietsboulevard is het altijd file voor in Gent binnen te raken. Meer dan waarschijnlijk afgekeken van het Koning Boudewijn stadion. Ja. Waar het waarschijnlijk nog een pak dramatischer is als op Anderlecht. Oh, parking C, jongens en meisjes. Hoeveel uren van mijn tijd heb ik daar al verscheen. Nooit meer. Kan mobiliteit in, allez, als uitsupporter dan, want natuurlijk de thuissupporters zien dat niet, maar eigenlijk... Qua mobiliteit is het in België eigenlijk wel bedroevend. Dikwijls is het gewoon de straat wordt afgezet. Maar bijvoorbeeld op Gent, dat is het grapje, dan krijg je de kortste escorte ooit. Dat komt dan van de afrit van de autostrade, het rondpunt voor het stadion. Daar pikt een zwaantje nu op om je dan langs het stadion, langs de hoofdtribune af te zetten op de bezoekersparking. Dat is 200 meter of zo, alsof dat er daar iets gaat gebeuren. Terwijl dat je daarvoor staat er soms 1 kilometer, 2 kilometer in de field tussen de Gent-supporters die daar wandelen, die daar liggen zwaaien en vriendelijke gebaren maken. Dat je denkt van, ja, zit hier dan de politie of zo? Ik denk dat er een groot verschil is ook tussen de kleine en de grote clubs. Bijvoorbeeld als je naar Noagel gaat of naar een Kortrijk of een Zulte Waregem of Sint-Truiden. Heel veel van de supporters komen echt van op
5 à 10 kilometer. En komen heel veel minder mensen met de auto. En daar heb je die problemen eigenlijk veel minder gewoon. Maar Dick, allee, voor de thuissupporter wel. Maar ik denk dat Anderlecht een van de weinige stadions is waar je eigenlijk quasi geen of heel weinig contact hebt met de uitsupporters als die naar het stadion komen. Tenzij dat je echt achter het stadion daarachter zit. Maar die hebben een eigen afrit, die worden gescorteerd. Die zie je eigenlijk niet, behalve als ze de parking oprijden. Terwijl... Ik heb al in Genk of Sandaar, ik heb al toestanden meegemaakt. Voilà, in Genk moeten 2 kilometer naast elkaar op een baan naar het stadion. Op de Antwerp moeten tussen die van de Antwerp rijden. Dat is dan de parking een scheet groot, waar dat dan 16 bussen op kunnen en het is klaar. In Brugge, ja, je rijdt daar door... Brugge doen ze nu ook, hè, via die, maar door een bos, maar dan staan ze in een bos op te wachten voor een steen te gooien. In Brugge is dat juist hetzelfde. Standaard is er al gezegd, dat is echt belachelijk. Een vraag die ik nog ga stellen, er wordt eigenlijk al sinds jaar en dag gesproken over een nieuw stadion, maar dat lijkt er niet meteen nog te komen. Zou dat voor jou bijvoorbeeld, kan je een verschil maken om te zeggen, ik kan sneller een abonnement kopen als het wat goedkoper wordt, of die bereikbaarheid wat beter wordt, of accommodatie? Of... Bij mij gaat het eigenlijk puur niet over de prijs. Allee, bon, je weet waarvoor dat je commit. Bij mij zijn er twee zaken die dat... Allee, of één zaak is gewoon, ik heb al te veel zaken om te doen, dus ik kan mij niet committen om elke 2 weken zondag, of ook de kalender is zo 3 uur, 4 uur, 1 uur, 8 uur. Het is altijd iets anders, terwijl voor mij, als dat een vast moment zou zijn in een weekend... kan ik dat veel gemakkelijker vastzetten dan... En dat is bij mij het grootste ding. Het is dat en de bereik... Allee, de afstand, ja. Ja, dat is ook wel iets wat ik heel problematisch vind, dat die kalender, hoe lang is het? Een week of 8 op voorhand, maar vast ligt. Ja, je begint nu al dingen in te plannen voor tegen het einde van het jaar. En dan zie je van, dat weekend er is een match, maar ik weet nog niet of het de vrijdag, de zaterdag of de zondag zal zijn. Het is wel van die dingen, dat is... Je denkt van, oké, je kunt dat toch wel minstens een half seizoen inplannen. Vroeger kreeg je op Anderlecht je paars kalenderke, en dat was dat gewoon, poef, alles zaterdagavond 8 uur, en misschien 2 keer een zondag als je Europees speelde, of... En nu is dat zo'n warboel. Ja, die gele kalenderkes van Europa Bank die je vroeger de eerste match kreeg. Zalig. Nu, om op de vraag terug te komen, voor mij zou dat eigenlijk geen verschil maken, want... Bij mij is het enerzijds de liefde voor Anderlecht en toch wel dat geloof of die hoop dat er altijd komt altijd terug. Hè. Twee, ook natuurlijk door al zoveel jaren te gaan, zoveel jaren in supportersclub, zijn dat ook wel hechte vriendschappen die dan ook wel buiten het voetbal verder gaan en zo. Dus bij mij is dat wel ingecalculeerd. Mijn vrouw weet dat ook. Die vindt dat niet fijn, maar die begrijpt ook wel van... Als die zegt van, schat, kunnen wij dan of dan iets plannen? Dat ik zeg van, we spelen Europees, dan spelen we sowieso op een donderdag. Dus de match gaat sowieso zondag zijn. Dus we kunnen vrijdag of zaterdag wel iets doen. Maar het is inderdaad wel enorm enerverend dat nu komt het WK. Hoe gaat de kalender er na het WK uitzien? Dat zal dan waarschijnlijk zo met de finale van het WK zullen we misschien wel weten waar we de week nadien gaan spelen. Dat is wel... Bijvoorbeeld met de kalender van de Futures, van de jeugd, ligt dan wel al quasi voor een heel jaar vast. We gaan straks nog kruipen in de no doubt zeer leuke en pittige anekdotes over prachtige Europese verplaatsingen, maar het is toch eerst wel tijd voor de beste rubriek in podcastkant. Podcast Land Vlaanderen. Quiz. Waar gaan we naartoe? Naar de keuken voor de quiz. Je bent mee met het concept, meneer Avatar. Je mocht eigenlijk meneer weglaten, hoor. Je kan toch blijven meneer Avatar zeggen, hoor. Waarom niet? Speler of figuur nummer 1 die iets te maken heeft of heeft gehad met Anderlecht, was een Scandinavische speler die toch vooral bij Anderlecht goed gepresteerd heeft. Er zijn er een paar, hè, dus ik ga zwijgen. Ik ga nog een type afwachten. Ja, ik ga ook nog even wachten. Okay. Speelde onder andere nog in Frankrijk. Veel pijnzende blikken. Damn. Voor of na Anderlecht? Dat gaan we in zomaar niet vertellen, natuurlijk. Dat kunnen er ook veel zijn, maar ik kom nu niet op de naam, dus... Oké. De derde en de laatste tip, het is een Zweed. Ik dacht wel dat het een Zweed ging zijn, maar... Maar ik zou zeggen Wilhelmsson, maar... Tuurlijk, chippen! Bij Rennes? Nee? Of waar heb je... Nantes. Ik wist niet meer dat hij in Frankrijk had gezeten. Ja, ik wist ook niet meer Frankrijk, Ik heb ploeg, deze is aan het opsnorren. Ik weet dat we hem rechtstreeks uit Zweden gehaald hebben. Was het een hand? Ik denk het niet. Ik heb hem nog zien spelen met Stabæk Anderlecht. En we waren denk ik met 20 of 30 supporters. En na de match kwam Verschuren, de supporters groeten.
Michel, die gaan we kopen. Die moeten pakken, hè, jong, die. Echt zo nog een verschuwen. Zo. Die moeten pakken, jongen, keigoeie. Ja, nadien stond hem. Ja. Ik denk zelfs... Ja, direct daarna. Dat was na die voorrondes. Ze zijn daarna nog in Anderlecht komen spelen. Ik vermoed dat ze hem gewoon daar hebben gegaan. Dan, voor de duidelijkheid, na Anderlecht ging hij inderdaad naar Nantes. Daarna nog wel bij AS Roma en Bolton Wanderers gespeeld. Dus nog wel leuke clubs. Maar daar niet per se heel veel wedstrijden gespeeld. Ik wist niet dat Nantes was. Ja, dat is mij volledig ontgaan. Yes, maar bon, kijk. Ook toen al de Bayat-connectie. Ja, dat zou zomaar kunnen. De tweede speler die we zoeken is een middenvelder die naar Anderlecht kwam in 1992. Laat die grijze hersencellen draaien, jongens. Het is al even geleden. Ik heb het onlangs nog opgezocht voor de Mr. Michel aflevering. Ja. Ik krijg ook je voor drie punten. Oké. Tip nummer 2. Het is een Belg die in 1997 vertrok naar Perugia. Bruno Versaal. Nee. In 97. Het is niet Willem. Nee. Ik ga, ja, nu wacht ik. Kwam van Mechelen, voor hij naar Anderlecht kwam. Ja, ik weet het. Ja, je was te vroeg met je gok. Oei. Je kent hem, hoor, sowieso. Ja, sowieso. De Mol? Nee. Ah, maar nee, dat is niet... Oh, maar heel goed. Emmers, nee. Mark Emmers, inderdaad. Oh, my. Dat was de eerste naam dat ik dacht. De ontgoocheling. Dat was een mooi. Ja, wat ik, met dat ik versavel zei, wist ik dat Emmers was. Derde figuur die we zoeken is een speler die de overstap maakte van Beveren naar Anderlecht. Dat zijn er veel. Het zou me verrassen dat ik niet zou willen zeggen, want je gaat hem niet kennen, dus ja, mooi. Je ziet hem lachen. Ja. Tweede tip. Speelde onder andere ook in Nederland. Tristan Peersman. Yes! Hey! Meneer Avatar met de twee punten. Mooi. De derde tip was inderdaad nog eens een doelman. Ja, werd nog vermeld door de Wilde. Hè. Ja. Allemaal van Beveren met Fav. Ja, ik was aan het denken. Geert de Vlieger, Tristan zijn Peersman. Zijn zoon ook een redelijk groot keeperstalent bij PSV nu, hè? Van Tristan Peersman. Hopelijk iets stabieler, maar wel. Iets minder zeep aan zijn handschoenen. Ja. Stabieler in het hoofdveld. Stabieler in het hoofd, ja. Tristan. Technisch wel een mooie doel, man. Tristan, ja, absoluut. Eigenlijk doodzonde. Dat is inderdaad echt veelbelovende keeper als hij van Beveren kwam. Maar nu en na... dan kapot, ik vermoed kapot aan de stress en de druk van... Na van zijn carrière ook wel volledig ontspoord. Ja. Ik ken niet zo fraaie verhalen van. Dus, Oei. Ja. Dan moet je misschien na de opname eens vertellen. Ja, het heeft maar. Niemand boodschap aan, maar... Nee, voilà. Dat... Café Constant zou Café Constant niet zijn als we geen aandacht zouden schenken aan de Futures. Eigenlijk kunnen we daar even goed heel kort over zijn, want die doen het gewoon geweldig. Ja, het is inderdaad het is genieten. Hè. Ik vond het zelfs spijtig dat Stassin gisteren tegen Brugge weggeplukt werd uit zijn ploeg. Allee, pas op, het was gewoon nog veel te vroeg voor hem. En die gast moet nog zoveel stappen zetten, dus laat die alsjeblieft gewoon wekelijks de man zijn bij de Futures en topschutter worden in tweede klasse. En ik denk dat ze hem gisteren ook gemist hebben, want alleen om er niet te veel in te gaan over gisteren, maar ze hebben wel weer heel wat kansen gemist. En Stassin, de laatste weken stampte ze wel gewoon met zijn ogen toe binnen. Maar pluim naar heel die ploeg, hè. Het is gewoon genieten. Het kan misschien langs de andere kant niet slecht geweest zijn van Stassin van gisteren te spelen om dan die stap terug te zetten. En bij de Futures te blijven knallen. Nu, het is een beetje spijtig dat in de match van gisteren, dat Verbrugge daar eigenlijk een horrormatch speelt. Klopt. Want voor Anderlecht de rest... speelde tegen? Tegen Genk. Denk de laatste in de stand, denk ik. Ja, maar wel... Dus... Allee, ook veel volk doorgeschoven, de laatste weken en dit seizoen. In één keer, Franken heeft er heel veel... Dus speel nu met Mika Gods, die daar eigenlijk maar net 16 is. Ja, inderdaad. Komt van bij Anderlecht ook, maar een heel groot talent. Mm-hmm. Maar die speelt daar nu ook basis. En ik denk, ja, naast Anderlecht... Ik denk ook de enige ploeg trouwens zonder compensatiespeler, die daar geen oudere speler in zet. Ja. Dus allee, als er nu één ploeg is dat ik het wel gun, is blijkbaar ook wel een hele goede wedstrijd weer al. Ik heb de tweede helft gekregen, het was echt aangenaam om te zien als de A-ploeg het voetbal van de Futures kan brengen, dan kunnen we er terug van genieten. Dus, ik vond het eigenlijk jammer dat ze niet na de A-ploeg gepland stonden, want meestal is het wel zo. En dan hebben ze zo nog... Ik kom uit die frustratie. En hebben ze zo... Dat is echt daar Fleurje Kerma van op, die jonge gasten. Maar wel heel... Ik ben super blij over die NDI. Die is gestart bij de Futures en nu...
gisteren tegen Brugge een van de beste mensen op het plein. Dus je ziet nu al ook Stassin, dat is iemand die krijgt misschien nu te snel kansen, want het is gewoon te vroeg, maar zonder de futures is dat iemand die misschien nooit in de A-ploeg komt. Ja, en ik denk ook zeker bijvoorbeeld voor een Sardella en een El Hadj, waarschijnlijk Kana zet terug, komt naar blessure, dat geeft die jongens nu ook wel een kans om... Die zouden op dit moment niet spelen in de A-ploeg, die zouden eigenlijk gewoon hun tijd voordoen op de bank of ergens uitgedeend. Uitgedeend moeten worden, moeten knokken tegen een speler die tot een bepaalde club behoort om in de ploeg te raken, niet echt hun kansen krijgen, terwijl dat ze nu eigenlijk week na week op een deftig niveau echt kunnen presteren. En je ziet ook een Sardella, die gaat nu terug in crescendo omhoog, begint goals te maken, slecht met vertrouwen te spelen. Een pluimwerpen naar Kylian Sardella, hij verdient Dat is gewoon een geile speler, punt. Absoluut. Dat is echt... Dat is echt het drama dat die jongen nog nooit op zijn beste plaats heeft gespeeld. Ja. Dat is alleen karaktermoord. Ja, gewoon centraal verdediger, absoluut. Kylian heeft trouwens onlangs een post van Café Constant geliked. En mag gerust weten, Café Constant is een fanclub van Kylian Sardella. Zonder meer. Maar ik denk bijvoorbeeld Arnstad. Oké, dat is vorig seizoen, maar dat is wel een heel mooi gegeven dat die jongen in de tweede ploeg eigenlijk de patroon is. En nu is dat eigenlijk zo de stille kracht... Van de eerste ploeg. Dus dat bewijst wel dat het goed is. En de tweede, wat ook, vind ik, wel goed is voor die ontwikkeling van die futures, is dat die nu, één, op competitief niveau, maar twee, ook alle verplichtingen dat erbij horen. Ja. De interviews, noem maar op. Het is allemaal professioneler en ze krijgen veel meer raakvlakken met het echte profvoetbal, waardoor dat die stap eigenlijk kleiner wordt. Dus ik vind dat eigenlijk wel een goede evolutie. Ja, wat ik denk vooral ook belangrijk is voor jonge spelers, als ze naar de futures zijn, dan kunnen die negatieve spiraal die wel bij de A-kern zit, wat doorbreken. Ze komen eigenlijk altijd terug met vertrouwen. Ook, je ziet dat gisteren, ze staan 2-0 achter, 75e minuut. En ze blijven maar drukken, ze blijven echt maar voetballen. En ze komen terug tot 2-2. Oké, ze krijgen dan nog jammer een goal tegen, maar het was echt wel... je zag echt wel die drive daarin zitten. Bal ging ring, up, bal oppakken. Zo'n 2-2, je denkt, ze gaan temporiseren, ze gaan de match gewoon uitspelen, voilà. Nee, echt 90ste minuut, inworp, nog die bal gaan klaarleggen voor Genk, dat Genk zou ingooien. Oké, ze krijgen een goal tegen, maar het was echt wel echt tot de laatste secondes aan het pushen om die overwinning te hebben. Niet content met een gelijkspel, maar echt aan het pushen, dat is wel mooi om te zien. Dat is gewoon een club als Anderlecht en een club als Genk bijvoorbeeld ook. Hè. Met een uitstekende jeugdopleiding win je daar alleen maar bij dat die gasten op een goede, jonge leeftijd op dit niveau kunnen voetballen. Zeker, en die staan op... 2 punten van de eerste plaats. Eigenlijk staan ze gedeeld 2. Ja. Ik vind dat wel grappig. Ik vraag me wel af hoe zo'n profploeg zoals Beveren bijvoorbeeld, die nu op de eerste plaats staan, hoe kijken die naar zo'n jonkies die dan bij wijze van spreken af en toe wel eens voetballen zien? Het is echt grappig, maar ik vind dat op één manier ook wel redelijk schrijnend. Want wat ik sommige ploegen al heb zien brengen, een Deinze, die kwamen stampen op gastjes van 16, 17 jaar, dan denk ik van ja, waarmee zijn ze bezig? En dan zou ik ook een keer zwaar naar mijn eigen beleid kijken. Ik zeg dat ook al jaren, dat afvallers van topclubs in Nederland bijvoorbeeld, die komen allemaal in tweede klasse ergens terecht, die krijgen daar een kans en die lanceren daar een carrière en die komen vaak, breken die daardoor nog door. Hier is dat zoiets, ze pakken liever een kerel die al 10 jaar in tweede klas speelt en waarschijnlijk 10 keer meer kost dan een jonge gast van Anderlecht of van Brugge of van een afvaller. En die dynamiek zit volledig fout in ons voetbal. Terwijl je hebt zoveel jonge voetballers die afhaken of veel te vroeg moeten afzakken naar derde, vierde klasse. Terwijl bij de B-ploeg van Anderlecht, bij de Futures, zo'n license, die gaat bijvoorbeeld misschien nooit Anderlecht halen of misschien te weinig zijn. Maar voor een KV Mechelen of voor een Kortrijk is dat een prima verdediger. Hè? Is dat iemand die dat... Allez, ja, wat ook interessant is, alle kritiek op die jeugdploegen in B zal gaan liggen op 2 maanden tijd. Enerzijds dankzij de resultaten die Anderlecht haalt, maar ook eigenlijk de andere futuresploegen, de manier waarop ze voetballen. Plots, de matchen van 1B, ik denk dat alle analisten daar quasi unaniem over zijn plots veel aantrekkelijker. Mm-hmm. Omdat eigenlijk in plaats van dat je daar Deinze, Lommel hebt, die allebei spelen om die nul te houden, en dan heb je daar plots Deinze tegen de future, de standaard die 16 of zoiets. Vizier spelen, je krijgt gisteren weer Club Next, Lommel 3-4. Het niveau is misschien niet hetzelfde als in 1A, maar het zijn wel attractievere matchen. En dat alleen al denk ik dat voor een soort van opwaardering van 1B gaat zorgen dat de mensen zeggen van, eigenlijk... Ik kijk er wel graag. Voilà, het is eigenlijk, we weten dat we goals gaan zien. Er zou alleen nog iets meer support mogen komen. Maar ik snap dat heel moeilijk is, want het kost heel veel geld. Meneer Avatar hier, heb jij met jouw connecties bij Moves Army bijvoorbeeld, heb jij weet van dat die misschien wel eens een actie gaan doen? Want ze doen het
Op RWDM was er 1000 man, hè? Ja, op RWDM was er wel iets gebeurd. Nu, ik heb daar niet direct zicht op, maar dikwijls is dat ook, denk ik, wel lokale jongens of Anderlecht speelt in de buurt. Bijvoorbeeld Anderlecht supporters in Lommel. Als Lommel tegen de Futures is, dan denk ik dat die wel gaan zeggen van hey, kom, we gaan eens naar Lommel gaan kijken. Nu, ik weet wel dat bijvoorbeeld de match-up staan daar... Of op Genk nu ook een buscombi-regeling. Ja, dus als je wilt gaan kijken... Allez, bedoel, het is moet een je in thuisvak gaan zitten, hè? Ja, je moet in thuisvak gaan zitten, maar dan is het was ook daar. Maar blijft jeugd. Maar allez, ja. Blijft jeugd. Maar... Het is tweede klas. Om dan te gaan daar met dat gezeik van die combi te beginnen. Maar wij weten, je weet natuurlijk ook wel, Standaard en Brugge, het zou zomaar kunnen gebeuren. Hè? Ja, als je kijkt naar wat er de taferelen vorig seizoen van Club Brugge Next met tegen op Roeselare daar. Ja, dat is bejegenen van jeugdspelers, van Anderlecht, van die toestanden, de bus opwachten en zo. Dan denk ik van, ja, Genk snap ik nu bijvoorbeeld niet, want wij zijn vorig jaar ook naar de beloften op Genk gaan kijken. Daar was toen redelijk wat volk, want dat was heel neig. Maar wij zaten ook gewoon tussen de thuisfans. Wij hebben ook gewoon gejuicht bij de goal van Anderlecht. Allee, daar is niemand dat daar... Allee, het blijft... Ja, ik kan dat niet begrijpen dat een dance supporter op mijn gezicht zou slagen, maar ik juich voor een goal van de andere. Allee, het zou kunnen, hè. Ik snap dat ook niet per se bij andere Brugge. Bij Beerschot zou ik het oppassen. Tuurlijk. Ja. Op Beerschot ga ik kijken naar de Futures in thuisvak. Dus, de naam Kilian Sandella viel daarnet al even. Zijn er nog andere spelers voor jullie die er wel opvallend bovenuit steken? Ja, ik denk dat er ene speler is, iedereen was al noemen, Leonie. Ja. Echt, ik vind het heel indrukwekkend. Patron. En ik snap eigenlijk niet dat hij nog niet zijn kans gekregen heeft, want... Ik vind dat een super moeilijk verhaal. Ja. Dat is echt zo... Het zou super cool zijn of als hij ook dat niveau kan brengen bij dat ploeg. Ja, maar dan heb je plots iemand... Maar die is zo al om tegenwoordig in tweede klas. Wat mij verbaast is eigenlijk... Ik snap wel dat Arnstad zijn kans krijgt. Maar het verbaast me eigenlijk dat hij voor het eerst Arnstad Stroeikens op middenveld gaat plaatsen zonder dat Leonie nogmaals een kans heeft gekregen. Want als je naar de Futures kijkt, is de patroon wel Leonie die echt de lijnen uitzet. Uitstekend positiespel, heel, heel agressief in de recuperatie. En dan... Je mag ernaast zetten wie je wilt bij de B-ploeg. Bij Futures, Leonie is zo goed dat zelfs David Hubert ernaast een goede voetballer lijkt. Ja. Dus alleen gewoon dat... Ja, ik weet het ook niet, misschien... Natuurlijk wilde in deze ploeg op het middenveld gaan staan. Hè? Als aanvaller, hè, zoals we zien, hè, Stassijn dit weekend... Je wil zeggen in de eerste ploeg. Ja, in de eerste ploeg. Heeft een verdienstelijke match gespeeld, maar je ziet duidelijk dat het te vroeg is. Die kan nog terug. Je moet ook wel de klik kunnen maken dan natuurlijk van je moet terug naar 1B gaan spelen. Dus ik weet niet of dat bij Leonie... Dat ze misschien daarom zeggen van laat hem liever nog een jaar de patroon in 1B spelen. Maar ik weet het niet, hè. Ik was nu al wat aanbetand omdat Sassin werd weggehaald. Omdat hij daar in zijn... Ja, je weet gewoon... Allee, je weet, dat gaat ook niet over resultaten eigenlijk. Je mag daar zo niet naar kijken. Maar je weet dat je die ploeg wel onthoofd, want je haalt in een topshooter weg. En dan nog spelen die zo match gisteren, hè. Want dat is gewoon hoedje af, hè. Dat je met die mentaliteit blijft gaan. En natuurlijk, de A-ploeg blijft het doel. Maar bij Leonie, ja, ik snap wel dat een beetje de hoeksteen is van je ploeg. Ze hebben hem ook daarvoor een contract extra gegeven, voor te blijven voor 1B. Gezien de tristesse bij de A-ploeg had hij misschien wel zijn kans al kunnen krijgen. Ja. En dat had het misschien ook al beter kunnen zijn. Maar ik blijf er wel bij. Het is nu echt geen cadeau. Ook wat Arnstad bij de A-ploeg doet, hij verzuipt niet, want hij blijft zijn kop boven water. Maar daar zit nog 10 keer meer in dan dat er nu uitkomt. Hè? Ja. Doordat hij moet de miserie van een ander opkuisen. Ik vroeg daarnet naar spelers die het goed doen. Moeten wij misschien ook eens stilstaan bij de trainer Veldman en daar misschien ook wel eens wat bloemetjes naar werpen? Want het kan geen toeval meer zijn. Ja, die net een beetje stelde. Wat Kenny nu net zegt, van ja, die doet daar uitstekend. Dus dan is het van oké, laat hij daar eigenlijk voorlopig maar gewoon daar mooi zitten. En, Ik wil daar wel iets op zeggen. Ik ga hem nu niet bijna noemen, onze fameuze T1. Daar heb ik geen zin in om die naam nog te noemen. Richard Mazou. Ja. Maar doe jij het dan maar. Veldman werd voor het seizoen gedwongen om Felice Mazou zijn systeem te spelen. Dus hij moest hetzelfde systeem spelen als de A-ploeg. Daar was ik al redelijk verbolgen over, want ja, bon, ik zag het niet. Duranville moest dan weer op de wingback gaan spelen. Dan heeft Veldman zelf doorgeduwd om zijn systeem terug te mogen aanpassen en terug met 2 pockets te spelen, in plaats van met 2 spitsen en met Duranville daar ergens op een linksbak bij een cornervlag. En hij brengt eigenlijk het voetbal dat we willen zien bij de A-ploeg. Verzorgd, over de grond, veel pressing.
Veel combinaties, veel diepgang, kort verdedigen, snedig, alles wat je wilt. Dus ik, die man, heel dikke pluim. En ja, ik zou hem ook daar houden, want alleen maar... Zullen we na de Kilian Sardella van Club, zullen we ook de Veldman van Club oprichten? Wat uit Café Costa. Hij verdient het. Ja, zeker. Dat is heel mooi. We zitten hier in de home studio met een aantal mannen die heerlijke anekdotes hebben over... verplaatsingen al dan niet in Europa. Meneer Avatar, wat is er in godsnaam gebeurd tijdens de wedstrijd Bayern München-Anderlecht in 2008? Die match eindigde trouwens op 1-2. Even dus. Eerste ploeg die ooit won in Allianz Arena. Die Europees won. Eerste Europese ploeg die uit... Allee, ja, bezoekende ploeg. Ja. Eerst, dank u, Kenny. Ja, heel grappig verhaal, inderdaad. Kwamen dan nog, ik denk de eerste keer, ja, in de Allianz Arena. We hadden dan voordien in het Olympisch Stadion daar... De grap meegemaakt met de penalty die Colina fluit omwille van de fake duw van Zevlakov. En de wereld... Allee, de wereld save is overdreven, maar dat wordt door de tijd gehyped. Maar die super save van Kanop, die volley van Yatschuk. Maar goed, dus nieuw stadion. Eerste keer eigenlijk, denk voor veel supporters, eerste keer ook confrontatie met een hypermoderne voetbaltempel die daar ergens een nest beton buiten München, waar dat voor de rest geen hol te beleven is. Maar eigenlijk, ja, heel grappig verhaal. De dag van de match zitten we daar op café en dan komen bevriende Anderlecht supporters komen daar het café binnen met een groot papier en een smile tot achter hun oren. En waren jongens van Rijke Vorsel of van Ole, ik wil het kwijt zijn. En die waren erin geslaagd om in de voormiddag een stadiontour te doen en in de kleedkamer binnen te geraken. Dus we hadden die niet beter op gevonden. Het tactisch plan van Otmar Hitzfeld, van de trainer, hing daar dus op also, een flipchart. Die hebben we er niet beter op gevonden dan dat eraf te snokken. Maar toen wisten we bijvoorbeeld ook dat Michael Rensing, de illustere doelman, dan ging spelen, wisten we toen 2 of 3 uur voor de match. Dus die hadden dat tactisch plan meegerad. Hebben jullie dat doorgegeven aan mensen binnen Anderlecht? Ik denk dat door het alcoholniveau van de supporters het tactisch plan eigenlijk niet meer bruikbaar was voor niemand. Meneer Ariel Jacobs had dat toen al uitgedokterd. Bayern ging die avond geen kans meer. Ja. Dus die hadden het dus niet beter opgevonden dan enerzijds dat tactisch plan mee te pikken, dan op die flipchart in het groot scheis aan die Bayern te schrijven. En dan had ene nog het lucide idee om een drol achter te laten op de stoel van de heer Frank Ribéry. De grandeur dan er ligt. Ja, de grandeur dan er ligt. Maar ja, dus effectief kwamen daartoe met tactisch plan op de flipchart. Scheis aan die Bayern en dan een drol op de stoel van Ribéry. Dit toch wel een redelijk hilarisch verhaal. Maar dus, en dan kom je in het stadion en dan jast alweer Jakovenko, die een bal daar van op 20 meter los in de kruising. Michael Rensing gaat daar met een slaphandje naartoe. Ja. Is daar nadien trouwens voor in de Duitse pers voor afgemaakt en heeft denk ik nadien geen carrière meer gemaakt. Die is heel rap afgezakt, heeft wel nog ergens in, maar is nooit, was een van de grootste keepers van Duitsland. En inderdaad. Dat is eigenlijk zijn, hoe moet ik dat zeggen? Ondergang? Zijn een Waterloo geweest. Zijn een Waterloo geweest, ja. Dus dat die is daar nadien in de pers voor afgemaakt. Ja. Dus. Ken je in Duitsland, na een match tegen Bremen, zou jij aan de dood ontsnapt zijn? Nee, het was voor de match. Okay. Daar ook aangekomen en het centrum ingetrokken en een café. En dat was een café met 2 niveaus. Dus je gaat daar boven de palier en daar stond een trommel. Volle bak ambiance in dat café, veel lawaai. En van de trillingen, ik stond beneden tegen de muur, van de trillingen is daar een standbeeld, een arm afgebroken. Het was zo echt een zwaar marmeren beeld. En dat is op mijn schouder gevallen. Ik ben daar zo half ineengezakt. Dus als ik dat op mijn kop kreeg, was het gewoon game over geweest. Dan hebben we eigenlijk snel beslist om daar te... Allee, snel. Dan zijn we eigenlijk op tijd naar het stadion vertrokken en is er eigenlijk nog een deel opgepakt geweest van onze bus. Dus ja, dat was ook wel... Maar daar ben ik even door het oog van een naald gekropen. Ja. Door gewoon een pintje te gaan drinken voor de match. Ik ga niet liegen, ik had een spectaculairder verhaal verwacht, eerlijk gezegd. Ik dacht, je had gevochten of iets. Nee, ik vecht niet. You're a lover, not a fighter. Yeah, I'm a lover, not a fighter. Ja, dan ben je een kleine net, natuurlijk. Het ging daar net al een paar keer over Westheim. Kenny, je was er vorige week. Je zei dat er iets was, een dingetje was met of rond Wesley Hood. Ja, heel opvallend eigenlijk, want wat een Thijs al over verdeeld had onder de supporters, en ook weer typisch hoe dat zo was zit. Dus als Hood hem... was hem dan ostentatief aan het opwarmen voor het vak. En ja, zoals we hem kennen, hè, het mannetje. En
om een of andere reden bracht onze eerste trainer dan, vond het toch nodig om Wesley Hood toch nog in te brengen. En Wesley Hood komt dan in en er werd al echt gefloten en boe geroepen. En bij elk balcontact werd er wat mee gelachen. En dan na de match doet Hood als eerste zijn truitje uit, loopt naar de supporters, gooit dat dan in het publiek en krijgt dan een open blaadje van het publiek. En dan denk ik van ja... Heeft dat geleerd van de schacht? Qua PR zit het wel goed bij Wesley Hood, maar dan denk ik van ja... Slim. Ja, tuurlijk. We gaan terug naar meneer Avatar. Er was in 2015 een wedstrijd tussen het prachtige Karabach en een Anderlecht in Baku, waar ze na een dramatische wedstrijd met 1-0 verliezen. Ja, de schande van Baku, hè. Dat is echt... terwijl zeggen, nummer 1 verplaatsing voor mij. Echt wel nummer 1. Ik denk 6 uur vliegen of zo, rechtstreeks van Parijs. We zaten op de vlieger in de heenvlucht met 10 man. Ja, echt expeditie tot en met nog nooit. Ja, in Azerbeidzjan, hoe de fuck komt erbij? Van wat gaat het daar doen in Azerbeidzjan? Nu, ik moet wel zeggen, dat jaar waren het de eerste keer Europese Spelen in Azerbeidzjan. Dus die hadden daar een infrastructuur neergepoot om u tegen te zeggen. Onderweg van de luchthaven naar dan eigenlijk Baku zelf kwam er daar het een. Ja, dat was hier is het ijshockeystadion en daar is het volleybalstadion. En ginder is dan het petankstadion. Allee, dat was daar allemaal gloednieuw, fonkelnieuw. Heel mooie oude historische stad, Baku. Je kunt dat wel zien van de Formule 1. Maar ook daar een leuke quote. Dat was dus een baan. 6 rijvakken in de ene richting, 6 rijvakken in de andere richting. En die mannen, ja, die reden daar gelijk gekken, gelijk wakko's. En je moest dus die baan oversteken. Oké, okay, goed, bon. Wel met een paar van, oké, okay, we gaan hier gelijk dat spelletje Frogger, ik weet niet of je dat kent van vroeger, zo 2 banen naar voren, 1 naar achter, en zo proberen over te steken, want die mannen die vertraagden niet, dat was tuut en je moest wegspringen. En heb je er niet beter op gevonden dan gewoon, up, taxi, ja, stoppen, ja, zet mij een keer af aan de overkant. Up, met een taxi maakt daar dus over 12 baanvakken, een U-turn, up, aan de overkant, klaar eruit, alstublieft. Maar ja, de schande van Baku, hè, nadien nog op Anderlecht uitgenodigd geweest. Want er ging een compensatie gegeven worden aan de supporters die toch wel de moeite hadden getroost om naar Ginder te komen. Trouwens, over Ginder moet ik daar nog een quote van vertellen over Roger van de Stok. Dat is misschien nog wel een... Was dat een hotelquote? Dat jullie in hetzelfde hotel... Nee, dat was in Zagreb. Dat is ook fantastisch, hè? Een beetje gedronken op de kosten van de voorzitter. Nee, maar... Dus de quote van Roger van de Stok in Baku voor de match, komen daar aan het stadion met ons 2025. Er waren ook een paar gasten bij van Moves Army, de kooksnuivers. Nu heb jij het gezegd, want normaal ging er vandaag iemand komen van Moves Army. Ja. Hij heeft niet meer gereageerd. Hij heeft niets laten weten, want het kon niet. Dat gaan we zeker nog doen, hè, want ik vind die mannen zijn hier ook welkom. En nogmaals, jullie zijn niet allemaal kooksnuivers, want echt, het gaat ooit gebeuren dat ik een stadion word aangesproken door iemand van Mozart mee. Hè? En dat wil ik wel vermijden. Waarschijnlijk ga je gewoon een stadionverbod krijgen. Ja. Nee, maar dus goed, we staan daar aan het stadion en Roger van der Stok komt daar met de delegatie voorbij. En zo, vous êtes supporter Anderlecht. Ah, bon, c'est chouette, ça. Et vous êtes ici en car ou quoi? En waarop dat die gast van Movzami zo keidroog antwoordt van, oui, Roger, on a roulé 4 jours, mais c'était tout sympa. En die kijkt echt zo van, oh my, 4 dagen met een bus, wow, knap. Dus ja, ik kan nog quotes vertellen over Roger, maar volgens mij leefde die mens in een parallel universum. Dat kan gewoon niet anders. Volgens mij was dat iemand gelijk de koning van Engeland nu, de Charles, die zijn tandpasta nog niet op zijn eigen tandenborstel legde. Zo iemand die compleet wereldvreemd is. Ik denk, vraag dan Roger of dat morgen gaat sneeuwen in Courchevel en hij kan u dat direct vertellen. Maar vraagt niet hoe dat hem in Baku is geraakt, ja. Want dat weet die mensen niet. Ja. Maar ik wil vragen over die schande van Baku. De club wou dus van een soort gest te doen om de pijn van die trip te verzachten. Ja, dus... Allee, uiteindelijk waren wij als supporter wel zoiets van... Ja, je moet geen gest te doen. Allee, doe gewoon normaal. Bied uw excuses aan. Laat eens not de spelers een gest te doen naar een of ander goed doel. Of weet ik veel wat. Maar je moet ons hier nu echt niet gaan... Allee, moeten nu echt mijn vlucht gaan terugbetalen of weet ik veel wat? No way. Dus werden we uitgenodigd op Anderlecht... op Neerpeden. En Herman van Olsbeek zat aan dat spel voor en begint er van, ja, supporters, hey, we hebben jullie nodig en jullie zijn belangrijk en bla, 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 bla.
En we willen jullie compenseren voor het drama in Baku. Dus wij hebben het volgende voor jullie. Wij geven jullie nu een rondleiding op ons vernieuwde oefencomplex. En met in aanwezigheid van twee spelers. Dat was dan Okaka en nog een andere. Allee, Okaka die sprak geen woord Frans, Engels, niks. Dat was gewoon Italiaans. Si, no. En voor de rest kwam daar niks uit. En dan ja, een rondleiding op het oefencomplex. En dan nadien krijgen jullie allemaal een gehandtekend shirt van de spelers. En dat was dan zo even... Wij zaten er zo precies zo van God geslagen van meende jij dat nu? Allee, ga je ons hier echt gewoon met een rondleidingsje sussen of zo? En dus ja, uiteindelijk, omdat je zoiets had van, je kunt niet moeilijk Ambras gaan maken. Er stond dan buiten pers te wachten, want dat was dan een heel thema. Dus ja, uiteindelijk dan wordt die rondleiding tegen Okaka, zo wat van de Engels-Italiaans liggen zeveren. Alleen nadien met een truik, een gehandtekend truik, naar buiten. En dat was het dan, zo precies zo van Iris 5 frank en kom, ja. Zwijgt en val ons niet meer last. Na 8 dagen bus. Ja, we kunnen na 8 dagen bus. Nu, zeker ook rondleiding op een oefencomplex, waar we wat kleedkamers, wat douches gaan bekijken. Ja, wel. En weet je, moest het dan nog overdag zijn, hè, dat je daar iets ziet of noem maar op. Een trein of iets, of ja. Nee, maar dat was dan echt s'avonds, also, door de gang... Hup, de deur open, knipt, licht aan, ja, dat is hier. Moeten jullie dan nog het licht uitdoen als je buiten ging? Want dat is blijkbaar ook nu wel dat al het licht uit moet. Hè, nee, maar dat was dus zo, de deur open, klik, ja, hier is dat is de fitnesszaal, hup, boef, andere deur open, ja, en hier zijn onze twee jacuzzi's, hup, nog een deur open, ja, en hier zitten de kinesisten, ja, zo drie massagetafels, also echt, dat je dacht van, ja, dat is een bureau, dat is een van de gasten naar mee was, kwam dan een bureau voorbij, ja, en wie zit hier, Herman, wie zit hier? Ah ja, dat weet ik niet, hè. Ja, dat echt zo... Dat is Moji zijn een bureau, ja. Ja, nee, denk dat die niet zomaar op de gang zat. Ja. Maar dat truitje heb ik dus meegenomen, omdat ja, dat ligt toch maar bij mij thuis te liggen. Is gehandtekend door een hele hoop spelers. Waaronder uit die ploeg. Mijn laatste favoriete speler bij Anderlecht, Matthias Suárez, een handtekening staat erop. Ik vind wel iets cool. En je hebt het natuurlijk meegenomen, omdat het op zich iets is wat weggegeven mag worden. Ja. Zalig. Dus, een aandenken aan het drama van Baku. Ja, inderdaad, maar het is wel een uniek shirt, want ik denk dat er zo niet alleen, ik denk dat er zomaar 30 zijn die gehandtekend zijn door alle spelers. Knap, maar bij deze via Café Constant. En dus, misschien is een leuke prijsvraag voor bedenken. De hoogste bieder wint het shirt. Voilà, we gaan niet meer liken en subscriben. Gewoon bieden, jongens. We kunnen het gebruiken. Daar komt die nieuwe opnamestudio. Dus, maar nee, maar misschien... Nee, maar super, misschien, mooi cadeau. Ja, misschien moeten we daar eens een leuke prijsvraag voor bedenken. Die jullie misschien eventueel op het eind van het seizoen of zo. Ja. Met verdriet van de zevende plek. Of we doen een season recap waar dan mensen die dat op bezoek geweest zijn een keer mogen terugkomen. Ook wel leuk, hè, om een analyse van het seizoen te doen. Massels idee, was het. Misschien nog één anekdote, want ik weet, je hebt een hele lijst van leuke anekdotes. Misschien moeten we daar ook wel eens een aparte opname rond doen. In 2015 ook was er die 0-2 gewonnen match op Monaco. Je bent toen moeten gaan lopen van de politie. Heb je nee, dat was eigenlijk... toen was er een... omwille van de aanslagen in Brussel, was er toen in Frankrijk, door de prefectuur daar in Monaco, Nice, mochten er geen Belgen het grondgebied Monaco betreden. Dus je mocht toen niet naar de match gaan kijken. Nu natuurlijk, ja, als ze zeggen van je mocht niet naar de match gaan kijken, ja, wat doet er dan? Boef, allemaal de vlieger op en woep, wij gaan naar Ginder en we zullen daar Ginder wel zien hoe dat we binnen geraken. Dus ja, gaat dan de gemakkelijke opties, die werden door de politie in de gaten gehouden, namelijk gepakt in Nice, een taxi, gereden naar Monaco, ja, aan de grens, controle, douane, politie, aan een Belg, kom terug naar Nice. Hetzelfde met een trein, je pakt een trein in Nice, je rijdt naar Monaco, het station, je stapt uit een trein, pascontrole aan een Belg, op de trein op, terug naar huis. Dus hadden we niet beter erop gevonden dan contact te leggen met mensen van de ultras van Monaco, en die zijn ons dan in Nice komen oppikken, met een trein gereden tot het station voor de grens. En dan hebben wij een prachtige natuurwandeling gemaakt van het laatste station in voor de grens. Helemaal langs de kust, langs de Azure kust. Prachtige wandeling van een half uur lang, waardoor dat we na een half uur beneden in Monaco aan de jachthaven waren. Allee. Dus deel 1 van de missie geslaagd, namelijk Monaco binnengeraken. Dus... Nu, Ben, als je zoiets hoort, misschien is het toch het moment om eens een Europese verplaatsing te doen, want het zijn wel avonturen. Dat je maar dat zijn wel leuke anekdotes. Spreekt mij eigenlijk wel meer aan. Ben had de kans om mee te gaan met Café Constant Tours naar West Ham. Hij heeft niet getekend, dus ja. Ik was op vakantie. Ah ja, natuurlijk. Ja. Dom van mij. Dom. Kijk, anders was ik erbij geweest. Heb je misschien nog één laatste anekdote die je zelf graag wilt vertellen, meneer Avatar, voor we hier afronden? Ik zou er eigenlijk nog, als het kan, twee willen vertellen over Roger van den Stok. Ik had het er straks over het parallel universum, als dat mag.
waren in de verplaatsing in Bursaspor. En we zaten in hetzelfde hotel als de spelers. Want in Bursa in Turkije, ja, dat was maar één hotel. En wij komen 's morgens, allez, zo in de vroege voormiddag, op het dakterras met zwembad. En Madame Kiki van de Stok zit daar. En bonjour, Madame Kiki, tout va bien, oui, oui. Ah, Roger, il est pas là. Non, 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 il est en train de jouer le golf avec le président de Bursa. Ah, bon, bon. Et Madame Kiki, vous jouez pas le golf? Non, 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 non. Allez, Madame Kiki, c'est quoi votre handicap? Ah, mon handicap, ah, c'est mon mari, hè. Ja, dat is wel een leuke quote. Was dat een toffe vrouw? Iedereen kent die van de fanshop en het feit dat daar wat rare dingen gebeurden, maar als persoon... Ik... Naar mijn gevoel toch dichter bij de realiteit dan Roger. Ik zal het dan zo zeggen. Ik denk, je kon wel... Allez, ze was wel aanspreekbaar, ze had ook wel oog. Was ook altijd vriendelijk. Ja. Terwijl bij Roger hadden echt zo het gevoel van die man, die zit ergens anders. Dus, ja. Misschien nog één quote. Eerste verplaatsing naar Zagreb. Ja, daarvoor was het in Oost-Europa nogal redelijk tricky met supporterstoestanden en zo. Dus... In plaats van een jeugdherberg te boeken of zoiets, klein hotel, nu toch maar een keer all-in gegaan en kom, we boeken de Sheraton, dan zitten we zeker veilig. Oké, goed. Zagreb, de Sheraton, komen daar binnen. De eerste die je ziet aan de toog, Charlie Musonda. Oh. Nou, Champagne Charlie, hè? Dus natuurlijk, up daar naartoe. Ah, Champagne Charlie, kom, een fles champagne, up. Champagne drinken, leuk. Dus s'avonds of de dag nadien, na de match... Was dat een leuke man? Goed lachs, ja, kon er ook wel mee babbelen, ook wel een beetje afstandelijk, hè, want zijn zoon speelde toen al bij de reserve, denk ik, of toch minstens Charlie Junior. Maar ja, die was natuurlijk ook materiaalman, dus die had alleen een hele tijd niks te doen en dan moest hij weg en dan was hij ook weg, dus een beetje... Lachen en zeveren, maar dus het is niet dat je daar echt een diepgaande conversatie mee gaat voeren over hey, vertel eens over dit of dat. Nee, dat is gewoon van, hey, wat drinkt een mee? En was eigenlijk meer geïnteresseerd in, hoe kom de gollen hier en wat kom de gollen hier doen? En kom de mee supporten en ga er veel mee? Zo, maar eigenlijk toonde meer... wel interesse, dat is wel sympathiek. Ja, dat wel. Het was niet zo van, kom, wie zit de gollen? maar dus, dag nadien, na de match, komen we daar terug in ons hotel binnen. En natuurlijk, ja, in plaats van dan... caféke te gaan opzoeken, aan de bar van het hotel blijven plakken. En op een gegeven moment zit Colijn daar met nog iemand. Enfin, wat. En in het passeren zien we dat die mannen stevig aan de whisky zitten. Zo, oké, goed. En op een gegeven moment zie ik die met twee opstaan en Colijn zo zijn een lange jas pakken. Up, en die wandelt, die waggelt eigenlijk echt naar de barman. En die, ik hoor die zo zeggen, ja, put it on room number. Ik zal nu zeggen, 74. Oké, goed. Ik zeg, oh, bon, die leden op de 74, dat is goed. Dat komt hier in orde. Up, terug naar de tafel. Mannen, het is hier in de chakos. We kunnen hier dat echt ranzig beginnen zuipen. Maar zo Jack Daniels, Blue Label en van die toestanden. Echt, tuurst het, kom niet op. Rum, up. En die garçon had dat al op een duur in de mot van, ja, dat kan niet dat die mannen hier ineens van pinten, ineens daar zwaar in de sterke vliegen. Dus die zegt van, je roomnummer. En ik zeg, 74. En die lacht dan zo eens met een smile van, oké, ik weet hoe dat hier zit. En een hele avond echt tot een kot in de nacht liggen zuipen. En dan afgetekend, letterlijk afgetekend op bonnetje met Colijn en een streep daaronder. En een dag nadien komen we buiten aan de receptie met een taxi te pakken naar onze vlucht. En ik zie daar Colijn van zijn kloten maken tegen die receptionist van zijn factuur van de bar dat niet kon en dit en dat. En noem maar op. En wij zo van, ja mannen, salut. We zijn weg. Ja, bon. Ik begin te begrijpen waarom je jouw echte naam niet wou vertellen vandaag. Ja, denk het. Oké, tof. Eerst en vooral, het was superleuk om jou eens te gast te hebben en al die verhalen. Ik denk dat daar wel... vraag gaat zijn om er nog meer te krijgen, dus misschien zien we binnenkort nog wel eens terug. We zijn bijna 2 uur aan het opnemen, dat is redelijk lang. Het valt op, we hebben het in die bijna 2 uur amper of niet gehad over de eerste ploeg. Ik denk dat de bedoeling was, waarschijnlijk een bewuste keuze om niet iedere week te moeten herhalen wat iedereen ook wel ziet, dat het momenteel op niet veel trekt, dat er gisteren wel mentaliteit en motivatie en intensiteit was, maar het voetbal was altijd niet... Nee, zit iedereen hier met een heavy heart naar de eerste ploeg te kijken? Nee, de grote test komt nu donderdag, hè. Op Zulten, hè. De laatste in de stand. Ga je gewoon verliezen, ik zal het u nu al zeggen. Maar bon, ik wil er eigenlijk gewoon niet over hebben. En laat dit van ons uit een stil protest zijn tegen de huidige gang van zaken. En dat vind ik best oké. Ik denk dat we het op het forum hebben al gekaderd, maar aan onze andere luisteraars ook. Wij merkten zelf dat het
te negatief werd en dat we daardoor heel veel in herhaling vielen. En dat de funder voor ons ook een beetje uitging, omdat het, ja, de spankracht was er zo wat uit. En hebben we ook gewoon beslist dat we maandelijks nog eenmaal gaan praten over de huidige gang van zaken, een soort recap. Omdat er dan ook gewoon over tendensen gepraat kan worden. We kunnen, die speler doet het nu al een paar weken goed. En dat we onderbouwd kunnen. En dat is gewoon veel leuker dan zeggen dan hoe het was weer slecht. Of Vervailov was weer aan het wandelen. Of Mazu, om hem nu toch bij naam te noemen, heeft weer belachelijke wissels gedaan. Dan kunnen we zeggen van oké, we kunnen nu een lijn trekken en zeggen van oké, dit was goed of dit was goed, dit was slecht. En daarmee denk ik dat het voor de luisteraars ook leuk is om afleveringen like die te maken waar dat de sfeer goed zit. Dat we wat mijmeren over toffe zaken en niet altijd over het gekloot bij de A-ploeg. Ja, en als ik dan toch voor één keer iets positief mag zeggen over het vorige bestuur, is dat die mannen wel voor de camera kwamen, ook als het slecht ging. En dat is iets wat mij wel meer en meer begint te storen. Als een match gedaan is, Mazu verdwijnt direct. Die dan nog geen enkele keer tot in de buurt van de supporters durven te komen. Best zo. Denk van de Houten en behalve het interview dat Verbeke aan een journalist gegeven heeft, houden ze zich ook wel heel erg op de achtergrond en gaan ze waarschijnlijk pas terug durven te verschijnen als er resultaten zijn. Dus dat vind ik wel iets wat mij eigenlijk meer en meer begint te storen. Dat eigenlijk het volledige sportieve bestuur zich momenteel echt wegsteekt en eigenlijk gewoon de spelers alles laat incasseren. Oké, ik denk dat we hier allemaal wel weer een uur kunnen vullen met te praten over de huidige van zaken, maar we gaan dat een andere keer doen. Kenny en Bennet, zoals altijd, dankjewel. Ik wil nog eens een kleine shout-out doen naar jou hier, meneer Avatar. Bedankt voor jouw komst. Was, en bedankt ook, Dries. Het was heel fijn. Ik kom met plezier nog eens een keer terug om nog enkele leuke quotes te vertellen. Ja, we gaan zien wat de reacties onder andere op het forum zijn en hoe de mensen gaan reageren. Vooral van vanavond Hitsveld vond ik de klaar. Het forum is inderdaad een beetje de barometer van Café Kronstel. Ja, inderdaad. Maar ik moet wel zeggen dat door al die jaren heen, dat ik eigenlijk ook via het forum Anderlecht ook heb nog meer heb leren ontdekken. Daar zijn vriendschappen uit ontstaan, zoals dat. Ik ben gisteren tot ontdekking gekomen dat een oud-forumer achter mij in de loges zit. Dus het is altijd wel fijn als je mensen tegenkomt op Anderlecht. Wij hebben elkaar ook zo leren kennen. Voilà, die dan stond weg via een gemeenschappelijke vriend. Via een gemeenschappelijke vriend, maar die dan zeggen van, ah, Avatar en dit en dat. Dus het is eigenlijk wel een kleine community. Ja, toch wel een kleine community. Met veel vreemde mensen, maar kom ook. Helemaal. Oké, goed. Jongens, andermaal, dankjewel. Ja, dankjewel. En we horen en zien elkaar binnenkort. Afgesproken. Zwaai, zwaai. Tot de volgende.